Ik verzoek de gevierde getuigen binnen te leiden. Goedemiddag iedereen, ook op de publieke tribune. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer De Vries. Meneer De Vries, goedemiddag. Goedemiddag. En welkom namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Onze commissie doet onderzoek naar werking en opzet van het hele stelsel van woningcoöperaties, inclusief incidenten die daar plaatsvonden. We onderzoeken daarom wat er is gebeurd, vooral ook hoe dat kon gebeuren en zeker ook wie er verantwoordelijk zijn. Vandaag concentreren wij ons wederom op de casus Vestia en dan met name op de direct betrokkenen bij de vele derivatenovereenkomsten die uiteindelijk een bepaalde betekenis hadden. In dat kader, meneer De Vries, wordt u gehoord als getuige. Dit verhoor vindt plaats onder ede. En u heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Staat u op, alsjeblieft. Zegt u mij na, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede, meneer De Vries. Neemt u plaats. Verzoek u de microfoon aan te laten staan. Wij gaan beginnen met het openbaar verhoor. Ik hoop dat de camera zal ik wat minder tikken. Meneer De Vries, u was 11 jaar lang de kasbeheerder, ook wel genoemd treasurer van Vestia, van 2001 tot 2012. Ik kom er straks op terug. U was degene die de derivaten voor Vestia daadwerkelijk kocht en die de derivaten die uiteindelijk tot grote financiële problemen hebben geleid bij Vestia. U was hier zeer actief in die derivatenwereld en u gold binnen de sector zelfs als deskundig en professioneel op dat vlak. Door allerlei oorzaken waar wij in dit verhoor op in zullen gaan, kwam Vestia aan ernstige betalingsproblemen vanwege bijstortverplichtingen bij die derivatenbanken. En uiteindelijk, meneer De Vries, werd u zelfs in april 2012 gearresteerd op verdenking van omkoping in verband met die derivatentransacties. En Vestia heeft u daarna op staande voet ontslagen. In juni 2012... heeft Vestia uiteindelijk een deal gesloten met betrokken derivatenbanken voor een bedrag van 2 miljard euro. Die zijn afgekocht. Nou, onze commissie heeft vragen aan u over de opbouw en de samenstelling van de derivatenportefeuille bij Vestia door de jaren heen. Ook hebben wij vragen over uw externe relaties in dat verband.
Ook hebben we vragen over de interne organisatie bij Vestia en de fee-betalingen in verband met de transacties. Ik geef het woord graag aan de heer Bashir. Meneer De Vries, onze commissie heeft vorige week gesproken met uw voormalige baas, de heer Wevers. Klopt het dat hij sinds 1997 uw leidinggevende was? Dat klopt. En dat was voordat Vestia tot stand kwam? Vestia is tot stand gekomen door fusies. Dat was eerst daarvoor iets waar ik voor gewerkt heb, woningbedrijf Den Haag. En uiteindelijk is dat Vestia geworden. En dan nog heel veel fusies daarna. Maar het bleef wel Vestia. Ja, en de heer Staal was ook voordat Vestia ontstond al actief in hetzelfde bedrijf. Hetzelfde bedrijf, ja. Ja, ja. Onze commissie heeft de indruk, of in ieder geval, we hebben ook begrepen en gehoord van andere getuigen die hier zijn verschenen, dat het gemeentelijke woningbedrijf, dat is de voorloper van Vestia, al in die tijd bezig was met het uitzetten van geld bij andere corporaties om daarmee geld te verdienen. Kunt u aan ons uitleggen hoe dat begonnen is? Dat is begonnen voor mijn tijd dat ik bij het gemeentelijk woningbedrijf Den Haag zat. Daar zette toenertijd Kees Wevers geld uit voor het woningbedrijf. Bij andere partijen zoals woningcorporaties, banken. Dus als ik het goed begrijp, zette Vestia, of de voorloper van Vestia, geld wat zij aantrokken op de markt, weg bij andere corporaties die moeite hadden bijvoorbeeld met het vinden van goede financiering. Dat zou onder andere gebeurd kunnen zijn, ja. In ieder geval in de tijd van Wevers weet ik dat niet, waar hij het gezet heeft. Maar hij heeft dat bij woningcorporaties volgens mij zeg maar geplaatst en bij banken en andere partijen. Ja, want toen u kwam, ja, is Vestia daarmee gestopt? Nee. Als er een moment was... Ja, want u zegt van het was voor mijn tijd. Nee, u vroeg over Wevers, ja. Dus daar, nu vraagt u toen ik daar was. In mijn tijd gebeurde dat dus ook. Als er geld over was, tijdelijk, niet gelijk nodig, werd dat weggezet. Ja. En wie was eigenlijk degene die dit plan of dit idee heeft bedacht? Van het wegzetten? Van het wegzetten van het geld. Maar in ieder geval voor mijn tijd. Dus ik neem aan Wevers, die deed dat. En of hij dat plan heeft gehad, dat weet ik niet. Ja. En in uw tijd, wie was toen de drijvende kracht? In mijn tijd werd ik op een gegeven moment treasurer. Ja. Of agent controller. Ik deed de functie van treasurer. En daar zet ik dat geld weg. En dat was slim? Daar werd geld op verdiend. Ja, en hoeveel? Kunt u een beeld geven? Ze hebben tussen de 80 basispunten en 100 basispunten. Maar ik denk dat u wil weten wat voor bedragen daarin omgaan. Dus op 100 miljoen ongeveer 800.000 tot 1 miljoen? Ja, ik denk dat daar een paar miljoen per jaar op verdiend werd, ja. Ja, ja. En op een gegeven moment heeft u de heer Greven leren kennen? Ja. Kunt u vertellen hoe dat is begonnen? De heer Wevers kende de heer Greven al, deed met hem al zaken en heeft mij op een gegeven moment geïnteresseerd bij de heer Greven. En zo ben ik met de heer Greven in contact gekomen. Hij werkte toen bij Heter en Rut. Ja, dus u zegt van de heer Wevers, directeur financiën, die had al contacten met de heer Greven. Ja. Toen heeft u hem leren kennen. Op die ja, manier. Dat klopt. Ja. En... Want u, in uw begintijd had u toen veel kennis over derivaten? In mijn begintijd eigenlijk heel weinig, alleen vanuit mijn studie als accountant. Ja. Maar dat is zeer globaal. Er werden in de begintijd ook niet zoveel derivaten of nauwelijks derivaten gesloten. Zeker niet in de 90er jaren. Ik ben ook een tijdje niet treasurer geweest. Ik denk een jaar niet. Dat was de heer Navers. En die heeft volgens mij voor het Vestia de eerste derivaten afgesloten in 1999. En de relatie met de heer Greven, hoe ontwikkelde zich die? Hij was werkzaam bij Heter en Rut. We hadden regelmatig contact. Hij gaf mij veel informatie over hoe banken werkten. Ook onze huisbank BNG. Hij kwam daar vandaan. Hij gaf ook aan dat daar voor Vestia veel te besparen viel. Dat heb ik te hard genomen. Ik heb, denk ik, voor Vestia toen de tijd veel bespaard. En ook gewoon het uitzetten van kasgelden of het aantrekken van kasgelden in bepaalde periodes. En die relatie, ontwikkelde zich die ook vriendschappelijk? Ja, op zich wel. Ja. Ja. Wat heeft u allemaal van de heer Greven geleerd?
wat geleerd heb. Ja. Vooral in de beginfase, hoe de Huisbank BNG werkte, hoe banken werkten. Deels wat, hoe de kredietcommissies van banken werkten, dat soort zaken. Ja. Op een gegeven moment fuseerde Vestia Delft met Strada Wonen. En met... Dat klopt niet helemaal. Met... De Vestia Zoetermeer. Ja, Zoetermeer. Dus woningbedrijf Den Haag fuseerde met Vestia Delft en Vestia Zoetermeer. Dat klopt. Ja, ja. En toen werd meneer Navers treasurer. Ja, want u was toen een jaar afwezig. Nee, ik was adjunct controller, dus ik deed meer de fusie, de managementrapportage, begrotingen, jaarrekeningen, toen het eindelijk. En daarna, hoe ontwikkelde zich uw takenpakket? Op een gegeven moment ging de heer Navers naar een vestiging van Vestia. En heb ik de treasury erbij weer gekregen. En ik had ook nog gewoon de meerjarenbegroting deed ik voor Vestia. Begrotingen, jaarrekeningen, ondersteuning bij deelbedrijven. Op een gegeven moment in uw tijd belegt Vestia ook in het Oppenheim Fonds. Dat klopt. Dat is een Duitse belegger. Wie heeft daarin bemiddeld? De heer Greven. Bemiddeld. Hij was de agent van, laat ik het zo maar zo zeggen. Ja. En de heer Postuma trouwens. Ja, want op een gegeven moment in 2003... Heeft Vestia ook producten afgenomen bij Communaal Krediet? Ik weet niet of dat 2003 was, want het kan ook 2004 geweest zijn, maar ja. dat heeft Vestia inderdaad gedaan. Ja. Communaal Krediet uit Oostenrijk? Ja, klopt. Hoe bent u toen daar bij terechtgekomen? Eigenlijk door Leroy van Dijk en Arjan van Greven. Voor duidelijkheid, de heer Van Dijk werkte bij het Waarborgfonds? Dat klopt, ja. En was hij toen al voor zichzelf begonnen of was hij nog bij het Waarborgfonds aan het werken? Volgens mij nog niet. Volgens mij had, zoals ik het begreep, een studieobject vanuit het Waarborgfonds. Om te kijken naar alternatieve financiering ten opzichte van de twee sectorbanken. Ja. Hij was daar, zoals ik weet, door de heer Erens op gewezen. Hij moest dat projectgroep leiden. Hij kwam dus ook in contact met Communaal Krediet. En op een gegeven moment is hij voor zichzelf begonnen als agent voor Communaal Krediet. Kunt u vertellen hoe dat precies gegaan is toen met dat product van Communaal Krediet? Zij zijn langskomen en volgens mij ook gelijk met mensen van Communaal Krediet om zeg maar, de producten uit te leggen. Het had complete support van het WSW, want die vond dat allemaal prachtig. Wat wel zo was, is dat zij zeer gestructureerde producten aanboden die eigenlijk in de markt niet zo bekend waren. In ieder geval niet door de normale sectorbanken werden aangeboden. Ja, want u was er nog toen bij Vestia vooral bekend met gewone leningen en een derivaten. En wel wat derivaten, ja. Maar normaal, zoals jullie normaal noemen. Om stijgende rentes af te dekken. Ja, klopt. En kunt u beschrijven wat nou de risico's van dit product waren? Dit product wat door WSW samen met Communaal Krediet gepromoot werd? Dat was een leningvorm. Dat waren verschillende soorten producten, maar ik kan er wel één uitleggen die hier ook in de commissie is geweest. Dat was die van de Zwitserse rente. Dat betekent dat je 2 of 3 keer de 6 maand Zwitserse rente betaalde voor 2 jaar. En daarna was het of Euribor min 10 met een cap of een vast rentende percentage. Maar in feite liep je wel de eerste 2 jaar risico. Ja. En ook risico's die meer gerelateerd waren met Zwitserland dan met Nederland? Met de verhouding Zwitserse rente. Ja. Er zit wel een correlatie in met de eurorente, zeg maar. Maar wel op die manier, ja. Want hoe werd dan in die tijd door de Waarborgfonds gekeken naar dit soort risico's? Zij promoten eigenlijk dit soort producten, want het was natuurlijk gewoon een nieuwe bank, dus dat vonden ze prachtig. Als je het bekijkt in risico's, kijk je ook van hoeveel of welk volume doe je van die producten. Ja. Zij kijken van, heb je het niet afgedekt, dan is het variabel. Dus valt niet binnen je hedge, zeg maar. Dat klopt ook. Alleen moet je kijken van wat is nou mijn grootste risico als het dus, als die 6 maand Zwitserse Libor, zeg maar, een heel groot getal zou worden. Dus daar moest je dus niet te veel van doen, omdat je anders in de totale portefeuille niet goed uitkwam. Ja. Want hoe kijkt u nu terug op het feit dat het Waarborgfonds dit product heeft gepromoot? Ja, ze hebben eigenlijk het gepromoot door je te laten kijken ook naar dat soort producten en naar dat soort mogelijkheden.
Dus daar is het denk ik ook wel mee begonnen. Ja, zou je kunnen zeggen dat toen het zaadje is geplant van meer exotische producten die later zijn afgenomen? Ik denk het wel. In feite lieten ze dat ook zien, zeg maar. Ja. En wat vindt u ervan? Of wat vond u ervan? Vindt u zo'n product passend bij een woningcoöperatie? Dat ligt eraan in welk context je dat plaatst. Zo'n product kan best afgesloten worden, als je het maar niet te veel doet. Dat het beheersbaar is in je totale portefeuille. Dus als je naar communaal krediet kijkt in dat voorbeeld, ja, hebben wij op de totaalleningen misschien 20 miljoen afgesloten ten opzichte van toen de tijd 900 miljard leningen. Dus in verhouding viel dat wel mee. Dus ook qua rentelasten uitslagen viel dat te behapstukken. Ja. Kijk even naar de voorzitter. Meneer De Vries, onze commissie zoekt natuurlijk van het begin van Vestia in de financiële wereld. Vestia is een woningcoöperatie. Normaal investeer je dan in sociale volkshuisvesting en onderhoud, verbetering van die woningen, et cetera. Maar we zien dus al vrij vroeg dat Vestia met allerlei financiële transacties aan de slag gaat. Dat klopt. Daaronder dat kasgeld wegzetten om daarop te verdienen. En wie was nou in het beginjaren met communaal krediet uit Oostenrijk en dat kasgeld rondpompen. Wie was nou de drijvende kracht om dat bij een woningcoöperatie zoals Vestia te doen? Het kasgeld, heb ik net verteld, kwam eigenlijk al uit het verleden, dus voor mijn tijd. Daar lagen ook gewoon kansen. Ik kan u een voorbeeld nemen dat wij lenen van de Rabobank Maastricht. En wij zetten dat uit in Rabobank Gorendijk en er werd gewoon geld op verdiend. Dat was gewoon zo. En dat beleid heb ik voortgezet uit het verleden. Kijk je naar gestructureerde producten zoals communaal krediet, ja, daar heeft het WSW vooral gepromoot, zeg maar. Om daar naar te kijken, wat zijn de mogelijkheden. En ik denk daar echt de trigger was, nieuwe financiers. Zo'n gestructureerde lening, zoals die van communaal krediet uit Oostenrijk, daar zit een optie in, hè? Dus ja. Zou je nou kunnen zeggen dat dat ook dus een risico met zich meebrengt? Het neemt een risico mee dat je eventueel iets meer rentelasten zou betalen, maar ook de mogelijkheid dat je minder rentelasten betaalt. En toch vanuit het Waarborg Fonds Sociale Woningbouw werd dat ook allemaal gepromoot? Ja, eigenlijk wel. En niet alleen bij Vestia? En niet alleen bij Vestia. Vestia is ook niet de enige die communaal krediet gedaan heeft. Vanaf 2004 ziet onze commissie dat Vestia met een derivatenportefeuille aan de slag gaat. Klopt dat? Daarvoor is, ik zei net al, vanaf 1999 zijn de eerste derivaten afgesloten. Ik denk in de jaren 2002-2003 zijn ook derivaten afgesloten. Alleen in 2004 neemt dat iets meer een vlucht. Hoe komt dat eigenlijk, dat het toen iets meer een vlucht nam? Ook daar, in die periode, zakte de rente tot een bepaald niveau. Vestia stond voor de vraag, gaan we hele grote herstructureringsprojecten aan? Dat kost veel geld. Het was van belang om de rente dan te fixeren. Dus daar is een voorstel gekomen aan de Treasury Commissie. Als je dit nu fixeert, scheelt dat zoveel op de begroting. En dan zijn je aanloopverliezen wat minder. Waardoor Vestia dus geen verliezen maakte. En dus dit soort projecten kon doen. Wie gaf dat advies aan de Treasury? Ik heb zeg maar een document opgesteld. Mm-hmm. Met dat advies. Van wat voor effecten dat heeft. Zeg maar als je die transactie zou doen. Voor de meerjarenbegroting en voor Vestia. Dus zeg maar, de huidige meerjarenbegroting zoals die daar lag. En zeg maar, wat het effect was door die derivaten. Maar volgens mij waren het ook leningen, zeg maar, op die positie. Dat er dus minder rentelasten zouden betaald worden. Nou, ik hoor van alles over hedges en caps en Euribor min 10 en gestructureerd hier en daar. Ja. U was zelf adjunctcontroler en accountant. Hoe kwam je aan die kennis om daarover een advies te schrijven aan de directie van Vestia? Allereerst heb ik toen ik net binnen was een cursus bij ABN AMRO gevolgd. Daar heb ik zeg maar een basiscursus gehad. Ik heb boekjes gehad van de Rabobank over swaps. Ik had zelf nog studieboeken. En gewoon kennis opdoen bij andere partijen van hoe werkt dat? Wat zijn de risico's? Nou, in dit geval ook met het WSW. Wat zijn de risico's? Is dat aanvaardbaar of niet? Wat we zien is dat het in het begin vooral begint bij Nederlandse banken als Fortis Nederland en ABN AMRO. En Rabobank. En Rabobank. Wat was nou precies de aanleiding om dan van gestructureerde leningen, zoals we net zagen, toch over te gaan naar het grotere derivatenwerk? Het probleem was dat we het WSW, zeg maar, Vestia
niet genoeg faciliteringsruimte in één keer gaf. Of tenminste, de kans om geld aan te trekken. Onderborging, leningen. Zij gaven wel 3 jaar vrij, maar legden een claim op de laatste 2 jaar. Vestia is wel heel veel verplichting aangegaan in haar projecten. Afspraken, prestatieafspraken. Dat betekent dat je enorm renterisico liep, toenertijd al. Ik bedoel, toenertijd werd de begroting geprognosticeerd dat de leningen zich zouden verdubbelen. Dan tel ik nog niet eens fusies mee. Daar moet je daar wel wat aan doen. Want we hadden wel de afspraak dat we 85% zouden hedgen. Dus 50% renterisico mochten lopen. Ook voor het WSW en dat geldt ook in het financiële statuut. In 2004 al? Dat geldt in 2004 al. 2002 eigenlijk ook al. Want het borgen voor een periode van bijvoorbeeld 3 jaar, dat deed het WSW pas, voor zover we weten, vanaf 2007. Voorheen was het projectfinanciering. Of projectfinanciering, maar dat betekent dus dat je niet gelijk de middelen had. Maar je hebt wel zoveel projecten. Dus als je kijkt naar de herstructureringsaanpak, waren dat tijdspannen van 1 jaar of 8. Nou, dus die projecten begonnen ook soms niet gelijktijdig, want eerst zou het ene afgerond worden en dan het andere. Maar je dekte dat wel in, je nam dat wel mee in je prognose. En later is dan zeg maar die 3 jaar gekomen. Dat kan wel kloppen. Wie was nu uw belangrijkste contactpersoon bij Fortis in die tijd? Jacob Groeneveld. En bij ABN AMRO? Fred van de Heuvel. Die transacties van die beide banken, liepen die toen al via een tussenpersoon? Nee, wel die van Fortis, maar van ABN AMRO heeft dat nooit gelopen. En van Fortis, wie was dat toen al als tussenpersoon? Nou, ik noem dat niet tussenpersoon, maar ik noem dat agent. Dat was Arjan Greven. Wat is het verschil tussen een agent en een tussenpersoon in dit verband? Een agent heeft een relatie met de bank. En een tussenpersoon heeft een relatie met beide, dus ook met de woningcorporatie. Bij een tussenpersoon werd er ook een rekening gestuurd naar de woningcorporatie. En bij een agent werd de fee betaald door de bank. En Greven had zijn relatie toen al met Fortis? Ja. En binnen Fortis was het dus Groeneveld? Daar was onder andere Groeneveld, ja. En daar had u wel al contact mee toen? Daarvoor Greven, bedoelt u? Nou ja, in die tijd. Daar kreeg ik contact mee, ja. Greven introduceerde hem met de ideeën vanuit Communal Krediet. Ik had nog geen zaken gedaan met Fortis. Maar toen u daarna wel zaken deed met Fortis, en Greven zat ertussen als bemiddelaar, noem ik het maar even. Toen was bij Fortis de contactpersoon nog steeds Groeneveld? Nog steeds Groeneveld. Ja, duidelijk. Even kijken, de derivatentransacties die worden allemaal afgesloten onder een zogenaamd Master Agreement, ook wel bekend als ISDA, ISDA. En dat is een soort raamwerk voor de afspraken, dat begrijpen wij goed, hè? Dat begrijpen jullie goed, ja. Werd daarover nog onderhandeld tussen de bank en Vestia over de voorwaarden in een Master Agreement? Ja, je hebt de ISDA en je hebt een CSA. En de CSA wordt zeg maar de kredietafspraken afgesproken. Dus ja, we even onderscheid maken. Eerst de ISDA, die moet je eerst de ISDA werd onderhandeld. Dat werd gedaan door advocaten. En toen, wie was uw adviseur, uw advocaat om daarover te... In bijna de meeste gevallen Allen & Overy. Allen & Overy, voor Vestia. Ja. En was u ook voor die adviseur van Allen & Overy de contactpersoon bij Vestia? Ja. En Wevers & Staal, hoe was dan hun betrokkenheid als het op onderhandelingen over een master agreement aankwam? Weinig. Ik kan me er niet zoveel van herinneren, maar weinig. Zij wisten dat ik Allen & Overy inschakelde voor dat soort contracten. Dat was uw bevoegdheid? Dat mocht u zomaar doen? Dat mocht ik doen, ja. Nou, later wordt de buitenwereld duidelijk, meneer De Vries, dat sommige van die master agreements, die bevatten ook clausules die het toezicht kunnen beperken van de overheid, omdat dan anders banken dingen kunnen gaan opeisen als er in dat toezicht iets verandert. Was u daarvan op de hoogte, dat die clausules zo konden uitpakken? Ik was daar wel van op de hoogte, niet zozeer in detail, maar dat werd mij verteld, dat is gewoon, want anders doen ze het niet. Mm-hmm. Ik heb ook niet kunnen inschatten dat Vestia in de problemen is gekomen, dus ik achter het ook niet van groot belang. En het was gewoon normale gang van zaken, ook voor andere corporaties. Hoe wist hij dat? Dat er een normale gang... Dat vertelde mij de advocaat. De advocaat Allen & Overy dan. En Wevers en Staal, wisten die het? Of heeft u er met hen ook... Dat weet ik niet. Die vroegen ook niet daarna? Die vroegen daar ook niet naar. Want zo'n master agreement, dat werd door wie ondertekend? Door Erik Staal. En dan zei Staal niet... Die had dan geen inhoudelijke vragen?
Nee, want ik denk dat hij ervan uit is gegaan. Dan heeft er een hoofdrie naar gekeken. Hij heeft mij niets gevraagd daarover. Het Waarborg Fonds Sociale Woningbouw, WSW, waren die naar uw mening op de hoogte van die clausules die later het toezicht konden beperken? Daar ga ik wel vanuit. Het stond ook op hun site dat ze de banken goedkeurden, zeg maar, waar de corporatie zaken mee konden doen. Dat zij ook de ISDA's hebben beoordeeld. Ja, dat hebben zij gedaan, ook bij Vestia. In ieder geval de standaard ISDA's. Ze hebben niet dat ik weet de ISDA's van Vestia expliciet beoordeeld op dat moment. Maar is er überhaupt wel eens een expliciete discussie gevoerd over die clausules in die master agreements? Nooit. Nooit. WSW trok niet aan de bel, moet je daar niet naar kijken? Nee. Het Waarborgfonds, dat WSW, dat beoordeelt ook individuele derivatenproducten. Hebben zij wel eens goedkeuring onthouden aan enig product waar Vestia mee aan de slag wilde? Ik heb dat nog nooit meegemaakt, nee. Die beoordeling door het WSW op zo'n product, weet u wie dat uitvoerde bij het WSW? Zoals ik dat weet, in de begintijd was dat Martijn Rink. En de bank ging zelf naar Martijn Rink toe voor productacceptatie. Martijn Rink, vanaf 2005, meneer de Vries, worden uw activiteiten ook wat internationaler. We zien dat u ook spreekt met Amerikaanse en Japanse investeerders. En interesse in vreemde valuta, die plopt op. Hoe kwam je daar zo bij? De interesse in vreemde valuta, bedoelt u dat op derivaat of lenen? Hoe bedoelt u dat? Ja, in zijn algemeenheid. Buitenlandse investeerders, Amerikaans, Japans. Als je het hebt over investeerders, dan ga ik uit van leningen. Ons is het verhaal opgehouden. Dat is eigenlijk ook verhaal vanuit het WSW gekomen van Vestia, jullie worden wat groter. We hebben een EMTN-programma nodig. Het verstandigste is om, zeg maar, mogelijk, net zoals de BNG, want dat zou dan een soort klein kopietje worden, om ook in buitenlandse valuta mogelijk aan te kunnen trekken. Wie zei dat tegen u? BNG? WSW. Het WSW? Ja, zoals ik me dat kan herinneren. Maar ik wist dat ook wel, dat BNG dat ook deed. En WSW, wie? Martijn Rink. Martijn Rink. U kwam uiteindelijk ook in Londen. De Londense City, wanneer kwam je daar voor het eerst vanuit die hoedanigheid bij Vestia? Ik denk dat het 2005, 2006 is geweest. Op wiens uitnodiging? De eerste buitenlandse bank, Deutsche Bank. Kun je daar een naam noemen? Wie u? Ik had een relatiemanager in Nederland, was Klaus Telaar. Klaus Telaar, ja. En de derivatenzaken werden vanuit Londen geregeld. Dus ik ging daarheen om kennis te maken, in ieder geval met die mensen en ook om nieuwe ideeën te horen, marktomstandigheden. Kun je daar nog een naam noemen? Rohit Khanna. Er zijn er wel veel geweest. Holin, Wakan Holin of zo heet hij. Oké. Hoe vaak bent u uiteindelijk in de city geweest, in Londen, voor uw werk? Zullen 10 en 20 keer. Dat klinkt vrij fors voor een treasurer van een woningcorporatie, maar... Dat ligt er hoe je dat bekijkt. Wij hadden gewoon veel banken waar we Vestia zaken mee deed. Ik denk tussen de 5 en 10 die in Londen gevestigd waren. Zoals u weet hadden we ook een grote portefeuille, dus er was gewoon regelmatig contact. We zien ook een intensivering in de relatie enerzijds tussen Vestia, anderzijds Deutsche Bank. Kunt u dat verklaren? Wat had nou eigenlijk Deutsche Bank dan anderen niet hadden? Wat was er zo bijzonder? Deutsche Bank had allereerst vernieuwende producten. Had ook grote thresholds voor Vestia. En kasgeldlijnen voor Vestia. Dus zij boden 150 miljoen threshold aan. En 50 miljoen kasgeld uiteindelijk. Dus je had daar gewoon veel meer ruimte bij Deutsche Bank dan anderen. Fortis had trouwens ook 150 miljoen. Kunnen we constateren dat het accent verschuift van Nederlandse banken naar buitenlandse banken in uw derivaten? Ja, ik denk dat het een terechte constatering is, ja. En wat is uw verklaring daarvoor? De Nederlandse banken zijn begonnen bij Vestia in een veel hogere rentemarkt. Ik denk dat ook de banken, en dat blijkt wel waar ze geëindigd zijn, niet hebben kunnen voorzien dat de rente zo zou dalen. Zij starten met een aantal producten met Vestia en op een gegeven blik
raken zij een beetje vol, want dat hebben ze waarschijnlijk ook niet voorzien. Ook het risico van vestigen op die Nederlandse banken wordt groter. Dus je spreidt je risico en gaat naar het buitenland. Naar nieuwe partijen, niet alleen Deutsche Bank, maar nog meer. Maar waren die ook gretiger dan wel agressiever in een soort producten en structuren die ze aanboden, die buitenlandse banken, ten opzichte van de Nederlandse? Ze waren wel agressiever ten opzichte van ABN AMRO, Rabobank en ING. Maar Fortis had ook wel bijzondere producten. Die intensivering tussen Deutsche Bank en Vestia vanaf 2006, met welke andere banken heeft hij daarna ook nog allerlei transacties gedaan? Citigroup, Barclays, Nomura, Credit Suisse, JP Morgan, Société Générale. Misschien vergeet ik nog een paar. Meneer Bashir nog op dit punt? Meneer De Vries, vanochtend was de heer Greve hier. En wij vroegen hem of hij kon inschatten of de heer Rink van het Waarborgfonds voldoende kennis had over derivaten. Ja. En de heer Greve zei nee, volgens mij had hij niet voldoende kennis over derivaten. Hoe kijkt u daarnaar? Wat is het begrip voldoende, laat ik dat zo maar zeggen? Hij had alles begrijpen. Dat denk ik niet. Maar hij keurde, of het WSW keurde wel alles goed. Keurde wel alles goed. Ja. Hij was geen specialist in derivaten of deed daar veel zaken mee. Ik denk dat ze dat op een bepaalde manier beoordeelden van heb je het de bovenkant afgedekt met een cap in welk product dan ook? Of is het variabel en is dat overzien? Ja. Eigenlijk in de trant van het communaal krediet verhaal. En u zei ook van dat u best vaak naar Londen bent geweest. Werd dat altijd door u zelf betaald of werd het ook wel eens door de banken betaald? Nou, ik zelf betaalde dat niet. Vestia betaalde dat. Ja, dat bedoel ik met u zelf. Ja. Vestia. Dus Vestia betaalde altijd uw reizen naar Londen? Vestia betaalde de reis en de overnachtingen. Dus het is niet voorgekomen dat de banken het hebben betaald? Misschien de eerste keer, maar dat weet ik niet zeker. En weet u ook welke banken dat waren? Wat bedoelt u? De eerste keer dat u naar Londen ging? Deutsche Bank, wat ik net vertelde. Geen Nederlandse banken? Ik ben nog nooit met een Nederlandse bank in Londen geweest, naar mijn weten. Ken de voorzitter. Meneer De Vries, tot 2002 zien wij binnen Vestia, want ik wil even naar de interne organisatie, dat er geen financieel statuut is. Voor zover wij zien is dat pas in 2002 voor de eerste keer opgesteld, klopt dat? Of het daarvoor is geweest, ik denk dat er wel iets is geweest. Alleen, Vestia bestaat natuurlijk uit zoveel fusieklanten, noem ik dat maar, corporaties. Mij staat ook alleen maar 2002 bij, wat daarvoor was, weet ik gewoon niet. Wie stelde het in 2002 op? Naar mijn weten heb ik dat gedaan, de eerste opzet. Ja. Vroeg daar iemand om? Of? Dat was eigenlijk nodig, omdat er net een fusie was, zoals ik me dat herinner, was afgerond. Volgens mij met Estrada Wonen. En er was gewoon een nieuw treasury statuut nodig, omdat er zoveel clubs bij kwamen. Het was ook Woongoed Rotterdam. Maar kwam dan directeur financiën Kees Wevers ermee? Of was dat uw initiatief van we moeten iets hebben? Zoals ik me dat kan herinneren, kwam Kees Wevers ermee. Er moet een nieuw financieel statuut komen. We moeten de nieuwe parameters vaststellen, dus het statuut. Er was niks. Het zou best kunnen zijn dat er bij Vestia niet veel was. Ik heb, zoals ik me dat kan herinneren, als leidraad genomen het financieel statuut van Woongoed Rotterdam. Was daar een externe partij nog bij betrokken? Die van Woongoed Rotterdam, toentertijd wel. Het opstellen voor Vestia zelf niet. Dat financieel statuut, hoe belangrijk was dat nou als kader voor het gebruik van derivaten bij Vestia? Nou, dat was belangrijk van wat mocht je wel en wat mocht je niet, maar daar mocht wel veel in. En het dagelijkse beleid werd dat nou vooral vastgesteld in de zogenaamde Treasury Commissie, waar u zelf Staal en Wevers in zaten? Treasury Commissie en de meerjarenbegroting. Feitelijk de begrotingsafspraak van wat hebben wij nou in de toekomst nodig aan liquide middelen. Dan heb je natuurlijk wat doe je in een jaar en wat heb je voor de komende jaren nodig. Dus dat werd daar ook gelijk bepaald en op grond daarvan werd ook gehandeld. Ik kan me voorstellen dat dat niet heel gedetailleerd was qua bedragen en aantallen en soorten transacties. En dat terecht kwam in de Treasury Commissie, klopt dat? Dat was redelijk gedetailleerd, zeg maar, welke bedragen wij moesten gebruiken. Dus hoeveel moeten wij aantrekken? Ik verdeelde dat zelf over de jaren heen op basis van de liquiditeitsprognose, die vaak gebaseerd was van los je leningen af of wanneer
verwacht je investeringen. Dus in de tijd wist ik dat ik een aantal leningen zou willen aantrekken. En op die posities zijn dan ook derivaten afgesloten, een aantal. Maar niet alle. Die Treasury-commissie van Staal, Wevers en uzelf, die besluiten die Treasury-commissie nam, hoe werden die vastgelegd? Er zijn een aantal besluiten vastgelegd. Maar niet, maar het meeste is natuurlijk vastgelegd in het Financieel Statuut. En in 2004 op alle producten is er een vastlegging geweest. Er zijn heel veel producten, als u het heeft over producten, vastgesteld en akkoord bevonden. Dus daar had ik al de goedkeuring. En de meerjarenbegroting was ook vastgesteld door de bestuur en goedgekeurde Raad van Commissarissen. Mm-hmm. Dat was mijn basis om mee te werken. Maar dat goedkeuren en het vaststellen van die goedkeuring, werd dat ook vastgelegd? Dat werd in de verslagen van de Raad van Commissarissen vastgelegd, dat de begroting was goedgekeurd, ja. Maar even precies tussentijds. En ook de producten is ook vastgelegd. Want wij begrijpen dat die Treasury-commissie, die kwam soms één keer in de 2-3 maanden bij elkaar. Dat is niet waar. Maar... Nee? Hoe vaak dan? Dat lag er een beetje aan hoe de markt zich ontwikkelt. Stel dat de rente dus laag was, dan spraken wij misschien bijna dagelijks van hoe ontwikkelt zich dat. Mm-hmm. Was de rente wat hoger, was daar niet zo'n noodzaak of er moest iets zijn, dan werd daar gewoon vrij informeel overlegd. En af en toe werd er een officieel Treasury-commissie gedaan en daar werd een agenda voor gemaakt. En dat vastleggen van wat die Treasury-commissie deed, verschilde dan ook tussen die informele tussendoorpraatjes en de formele bijeenkomsten? De informele tussenspraakjes werd sowieso niets vastgelegd. Mm-hmm. De officiële werd deels vastgelegd, ook eigenlijk door de agenda en de toegelichte stukken. En als ze echt besluiten waren, waren die ook vastgelegd. En waar gingen dan die vastgelegde besluiten naartoe? Wie bewaarde dat? Volgens mij is dat of bij de back-office gebleven of bij mij, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze in het systeem staan ook. Dat is wel een belangrijke vraag voor onze commissie, want die verslagen die zijn in... Heeft u niet gevonden? Maar die zijn er wel. Maar niet, het is meer besluitenlijsten. Dus echt verslagen als je dat zoekt. Dat, nou ja, überhaupt iets van vastlegging. Hè? Dus, die zijn er wel. U denkt nog steeds bij Vestia? Ik weet niet of ze hun directory hebben veranderd, maar anders zijn ze er nog. En in uw privéarchief? Die heb ik die ook. U heeft ze ook? Ik heb ze ook. Duidelijk. In de Treasury-commissie, wie had dan nou de belangrijkste stem? De heer Staal. Die was verantwoordelijk. Dus je kan natuurlijk met een voorstel komen van de rente is laag. We zouden wat extra in kunnen dekken. Dus ik legde dat voor. En de heer Staal nam daar vaak het initiatief van, dat moeten we doen. Wat was dan hun kennisniveau van derivaten, als u daar in de knoppen zat en daarmee aan de slag ging? Zij wisten, naar mijn mening, daar genoeg van. Maar niet dat ze een specialist waren, dat zeg ik niet. Maar ze zijn wel meegenomen. We hadden ook een thema middagen dat ik gewoon derivaten uitlegde. Hoe werkt dat nou? Maar als u in de Treasury-commissie... En de heer Wevers heeft ook een cursus gevolgd op Treasury-gebied. Mm-hmm. Ja, was hij nou degene die echt toezicht op u hield? Ook. Want als u met een specifiek product kwam, hoe ging dat dan in die Treasury-commissie? Dan zeiden ze een beetje blind van, klopt wel, of werd er echt inhoudelijk naar gekeken? Nee, zoals ik net al zei, zijn de meeste producten goedgekeurd in 2004. Dus eigenlijk in één keer. Verder was dat ook voor hun, zoals ik me dat kan herinneren, belangrijk. Wat vindt WSW daarvan? En WSW heeft ook al die producten goedgekeurd. Komen we straks nog even op terug wat dat voor soort producten waren, uiteraard. Nog even terug, hoe gaf Wevers nou invulling aan die rol van ik ben de superieur van de Vries, ik moet hem beoordelen, controleren. Hoe deed hij dat nou in de praktijk? Hij was eindverantwoordelijk voor financiën. Ik overlegde regelmatig in een jaar de positie van de derivaten, daar werd over gesproken, dus daar vroeg hij ook naar. Af en toe over de contract, wat heb je afgesloten, waarom heb je dat gedaan? En hij checkte de contracten, in ieder geval ik heb zijn paraaf zien staan, de contracten. Onze commissie ziet dat u uiteindelijk wij noemen dat onbeperkte volmacht had voor het aangaan van derivatencontracten. Wat betreft type en ook omvang. Vanaf wanneer was dat nou precies? Dat u daar toch vergaande vrijheid in had? Ik denk al wanneer wij met derivaten begonnen. 2003, 2004 misschien. En waarom kwam die onbeperkte volmacht? Was dat op uw verzoek? Nee, dat was op verzoek van de bank. Er moet iemand zijn die een derivaat
afsluit. Dus ik deed de uitvoering voor Vestia. Daar moest een handtekening komen van de bestuurder, de heer Staal. Mm-hmm. Die was als enige bevoegd voor Vestia. Dus die kon alleen maar dat mandaat weggeven. Mm-hmm. Maar en wie controleerde dan feitelijk? U kreeg de onbeperkte volmacht. Wie controleerde nou echt? Als u het deed met de banken en daarna in het natraject? De heer Wevers. En een deel de back-office om te kijken, klopt het wat ik opgeef met wat zij binnen heeft gekregen? En uiteraard de accountants. En het WSW, die keurde dat nogmaals iedere keer goed, wat daar gebeurde. In welke zin bedoelt u dat? Nou, die derivatieve, die producten, wat u zegt in 2004 is dat allemaal afgetikt in de Treasury-commissie. Ja. Het WSW had ze ook allemaal gezien. Wat wij op derivaat hebben gedaan, heeft WSW ook allemaal gezien, omdat wij ook volgens mij bijna alle producten ook in leningsvorm hebben gedaan. Mm-hmm. En die leningsvormen zijn natuurlijk geborgd door het WSW, dus ook goedgekeurd. Geborgd, ja. De heren Wevers en Staal, wisten die dat er fees betaald werden voor transacties tussen Vestia en banken? Er is een brief geweest van Deutsche Bank in 2005 dat zij betrokken waren, Viva Finance in dit geval. Ik denk dat de heer Wevers dat ook wel heeft geweten, omdat hij mij een keer vroeg, maar dat was niet over Viva Finance, maar vooral zo van hoe verdienen deze mensen hun geld. Zegt dat betaalt de bank, dus Vestia betaalt niet. Dus in die er waren veel congressen waar in ieder geval de heer Wevers aanwezig was, waar ook Viva Finance een verhaaltje deed en dat het ook bekend was dat Viva Finance die rol speelde. Als je naar zoiets kijkt in het bedrijfsleven, weet je, nothing like a free lunch, je moet altijd uiteindelijk zelf betalen. Het zit altijd weer in de kosten verwerkt, of je nou als particulier belegging doet of dit. Nee, zo is dat mij niet voorgelegd. Maar Wevers en Erik Staal die vroegen u nooit specifiek naar de kosten van zo'n transactie? De kosten, het waren geen kosten voor Vestia. Vestia sloot een derivaat af op een bepaald niveau. Dat was dan de scherpste prijs. De bank, als dat de bank was waar bijvoorbeeld Viva Finance bij betrokken was, betaalde een fee uit hun winst aan de heer Greven. En toen kwam die brief in 2005 van Deutsche Bank. Ja. Daar staat het gewoon keihard in. Dat het verdisconteerd wordt, ja. De kosten worden echt wel opgenomen in het product. Die brief is gericht aan... Nee, niet kosten. Het wordt verdisconteerd, dat wil ik even duidelijk zeggen. Hoe noemen we het dan als er geen kosten zijn? Het gaat van de winst af. Vestia heeft het niet betaald. En als ik heb ook een business case van Viva Finance. Daar staat ook, het gaat van de winst van de bank. De bank in de brief van Deutsche Bank, daar staat letterlijk in, het wordt verdisconteerd aan de producten die we aan u aanbieden. Ja, dus dat gaat van hun winst. Van wiens winst? Van de Deutsche Bank. Zo is dat mij altijd verteld. Die brief die is gericht aan Erik Staal. Klopt. En Staal hebben we hier voor het verhoor gehad. En die zegt, ik heb die brief... Ja, ik weet niet, kon ze niet herinneren, in ieder geval niet gezien. Waar is die brief naartoe gegaan? Ik denk naar meneer Staal. Volgens mij heb ik het ook besproken met hem. Die brief is met Staal besproken? Naar mijn mening wel. Kunt u aangeven wanneer? Toen hij binnenkwam? Of? Nou, dat is er vlak daarna geweest, denk ik. Maar wanneer precies, weet ik niet. Het is wel iets uit 2005. Maar kunt u zich wel herinneren voor onze commissie, dat is belangrijke informatie natuurlijk, wat er toen besproken is voor die brief? Dat Deutsche Bank gebruik maakt van agenten voor informatie, kennis van de markt en dat soort zaken. Maar Vestia betaalt het niet. Betekent dat ook, meneer De Vries, dat de heer Staal die brief heeft ontvangen en feitelijk ook heeft gelezen? Of hij hem echt gelezen heeft, weet ik niet. Dat moet hij aan de heer Staal vragen. Blijkbaar niet, want dat heeft hij zo verklaard. Nou, maar ik vraag het nu aan u. Hij heeft hem wel gezien in ieder geval, als u erover spreekt. Ja. En de heer Wevers? Daar heb ik het niet mee over gehad. Dus het is aannemelijk dat Wevers die brief niet heeft gezien? Dat is aannemelijk. En als meneer Staal wel eens post kreeg, ging die wel eens ongeopend naar u? Of? Nee, het werd altijd geopend en de meeste post, maar volgens mij bijna allemaal, ging naar de back-offers. En niet naar mij. Oké. Is er wel eens geopperd om een externe partij naar de derivatenportefeuille te laten kijken bij Vestia? U bedoelt intern? Ja. Niet dat ik me dat kan herinneren.
extern heeft wel iemand dat een keer geopperd? Of? De accountant, Deloitte. Wanneer? Dat was bij de jaarrekeningcontrole 2008. Daar veranderden de richtlijnen. Mm-hmm. Vestia krijgt natuurlijk ook een wat grotere portefeuille. De kredietcrisis begon in zijn hevigheid. Er werden margin calls kwamen voor het eerst voor. Oké. Okay. Nou, daar komen we straks nog op terug op de accountant en die bekijken van die portefeuille. Je gaf ook ieder jaar een presentatie van het treasuryverslag aan de Raad van Commissarissen van Vestia. Correct? Niet ieder jaar. Maar wel de laatste jaren. Welke jaren? Vanaf welk jaar dan? Ik denk dat het vanaf 2007 is geweest, of 2008. Vanaf 2007, 2008. Hoe reageerden die commissarissen als ze zoiets van u zagen? Eigenlijk heel positief. Maar geen batterij vragen van wat zijn het voor volumes of wat is dat allemaal? Nou, dat stond er allemaal in, zeg maar. Wat voor volumes wij deden, wat voor positie. Ik liet ook iets zien van de markt, hoe de rente zich heeft ontwikkeld. Er kwamen wel wat vragen. Wat is een threshold? Hoe werkt dat? Kost dat wat geld of niet? Maar verder niet heel veel vragen. En als ze dat soort vragen stelden, had u dan de indruk dat de commissarissen veel kennis hadden van waar u mee bezig was? Veel is een groot woord. Hadden ze enige kennis van waar u mee bezig was? Enige, denk ik. Enige. Maar als ik ze vorige week hoorde, blijkbaar niet. Voldoende kennis om er toezicht op te houden intern? Poeh, kijk, ik denk in totale niet, maar zij steunen waarschijnlijk ook op anderen. Maar ik denk dat achteraf gezien wat kennis zou ontbreken. Dat hebben ze later ook versterkt met het aantrekken van de heer Molenaar. Waren ze voldoende kritisch? Vind ik ook een moeilijke vraag. Nou, uw mening is op dit punt voor onze commissie zeer relevant, hoor. Achteraf gezien gingen zij uit, net zoals ik, van bepaalde randvoorwaarden die Vestia ook had. Waaronder het WSW, zeg maar, dat wij allerlei zaken konden gebruiken, zoals de faciliteringsruimte. We hebben beleggingen geoormerkt voor derivaten. Wij hadden zelf een grote liquiditeitenportefeuille, obligatiesportefeuille, allemaal om margin cost op. Dus daar ben ik ook van uitgegaan. Dat is daar ook verteld. In 2011 bleek het toch anders te zijn. Dus zijn ze daar kritisch over geweest? Ja, dat vind ik een hele lastige. Ik probeer het wel nog één keer terugkomend op die kosten van die derivatencontracten. In het bedrijfsleven heb ik geleerd dat iedere transactie brengt kosten mee. Je maakt daar dus contractuele afspraken over wie welk deel van welke kosten draagt als contractsluitende partijen. Vestia heeft honderden contracten met banken gesloten, derivatencontracten. Daar zat heel vaak, daar komen we straks nog op terug, een bemiddelaar tussen. U noemt dat agent. Dat brengt ook kosten met zich mee, alleen al de betaling ervan. U zegt dat we betaald door banken. En u zegt de banken lieten het erbij en Vestia kreeg niets van die kosten, nog direct, nog indirect voor ze kiezen. Nee. En that's it. De enige kosten die Vestia maakte was voor de advocaat, voor het opstellen van, of in ieder geval de onderhandeling voor het ISDA-CIC-contract. Ja. De rest sloten wij derivaten af en tegen een bepaalde prijs. En dat was het. Meneer Bashir. Meneer De Vries, we hadden het net over het goedkeuren van producten door het Waarborgfonds. Ja. Het is ook zo dat op het moment dat zij producten goedkeurden, dan was er ook meteen een borging voor leningen die bijvoorbeeld ook afgegeven werden. En die borging was niet alleen door het WSW, maar ook met de achtervang van de gemeente en het Rijk. En toch zegt u van, ja, ze keurden alles goed. Ja. Hoe kijk je daar nou naar, achteraf? Ja, achteraf is dat natuurlijk wonderlijk. Ze hebben gewoon alles goedgekeurd. Natuurlijk kan je een bepaald product zeggen, dat past binnen een corporatie. Maar alles is goedgekeurd. En dat is opvallend natuurlijk. En heeft u het ook wel eens met de heer Rink besproken? Van, waarom keur je eigenlijk alles goed? Of ja, let op de risico's? Ja. Ik weet niet of het per se met meneer, wel met WSW. Dat mij iets aangeboden werd. En ik dacht zelfs met communaal krediet. Ik zei, nou dat vind ik te ver gaan. Dat kan niet. Daar begon het eigenlijk al. Bij het eerste begin al. Werd de open positie. Dan kreeg je een, zeg maar, iets met een factor 25. Ik zeg, ja, maar als dan die rente 2% is, dan zou je 50% van die leningsom betalen. Ik zeg, volgens mij moeten jullie dat niet willen.
En vervolgens, hoe werd met uw reactie omgegaan? Nee, daar heb ik wel, had ik wel gelijk in. Oké. Dus mijn vestiging sloot dat in ieder geval niet af. Ja, het moest wel binnen de beperkingen en altijd gecapt zijn. Maar als een andere corporatie het wilde, dan mocht het gewoon niet, van het waarborg van zijn. Dan zou dat zomaar kunnen, ja. Ja, ja. Sluit ik niet uit. Dan zei u net op reactie van de voorzitter over het financiële statuut dat ook naar de Raad van Commissaris is gegaan. Ja. Maar op een gegeven moment is het financiële statuut ook gewijzigd, namelijk in 2010. 11. Ja, 2010 is begonnen. Is opzet en 2011 is goedgekeurd volgens mij. Ja, en daarin zijn een aantal dingen geschrapt. Ja. Bijvoorbeeld dat er staat niet meer dat je de werking van alle producten moet kennen. Ja. En we hebben dat ook voorgelegd aan uw voormalige baas, de heer Wevers. En hij zei van, ik heb het concept gezien, maar ik weet niet of dat concept ook vervolgens naar de Raad van Commissaris is gegaan. Of dat de heer De Vries het stiekem nog even heeft gewijzigd. Nou, dan dat op zich vond ik de opmerking vorige week, die heb ik ook gehoord, vreemd. Ik denk maar dat ik heb altijd het concept naar hem gestuurd, zodat hij ze kan plaatsen in de Raad van Commissarissen. Ik ben niet degene die stukken naar de Raad van Commissarissen stuurt. Dus dat vind ik van vreemd. Dus ik heb geen concept veranderd. Dus u staat erop dat het stuk wat u aan de heer Wevers heeft voorgelegd, dat het stuk ook uiteindelijk naar de Raad van Commissarissen gaat? Dat weet ik natuurlijk niet, maar ik heb... Maar u hebt er zelf geen ding in gewijzigd meer? Ik heb het stuk in eerste instantie opgesteld. Ik heb het stuk pas geleden ook nu teruggezien. En dat herken ik wel. Ja. Ik weet niet of daar dingen aan u veranderd zijn, dat weet ik niet. Maar... Ja, maar u hebt het stuk dus in concept voorgelegd aan de heer Wevers. Ja. En daarna heeft u niks meer aan gewijzigd? Ik heb daar niks aan gewijzigd, nee. De heer Wever zei ook van, ja, ik weet niet hoe je in Microsoft Word versies moet vergelijken. Dus ik heb dat zelf niet gedaan. Maar ik heb wel aan de heer De Vries gevraagd van, wat heb je nou allemaal in dit stuk gewijzigd? En hij heeft mij toen niet alles verteld, denk ik, achteraf, zei hij. Dat heb ik ook gehoord, ja. Wat is uw reactie daarop? Ik heb wel wat zaken verteld. Ik kan me niet herinneren of ik nou alles verteld. Ik ga er gewoon vanuit dat hij zeker zo'n belangrijk stuk gewoon controleert. En er zijn wat wijzigingen gekomen. Ik heb ze ook vorige week gehoord. Dus daar kunnen we zo wel op ingaan. Maar ik ga ervan uit dat hij het gewoon controleert. Wat is er gewijzigd? Zeker voor zo'n stuk die één keer nu in de 10 jaar is gemaakt. Is hij verantwoordelijk voor wat wijzig je nou? En laat ik dat nou nakijken en niet zomaar doorsturen. Ja. En daarna is het ook gewoon goedgekeurd. Nou is het zo dat het stuk, het financieel statuut, de grenzen bepaalt van uw opereren. Van wat wel niet mag en wat niet mag. Ja. Is het dan niet vreemd dat u zelf achter de computer bent gegaan zitten om dat een stuk te gaan herschrijven? Vreemd. In feite, als daar controle op is, hoeft dat niet vreemd te zijn. Ik bedoel, je kan gewoon kijken wat heb je nou veranderd. Volgens mij is mijn bevoegdheid niet groter geworden. Maar daar komen ze misschien zo wel op terug. Maar er zijn wel wat zaken natuurlijk uit het stuk geschrapt. Dat klopt. Bijvoorbeeld dat je geen producten mocht afsluiten die je niet begreep. Dat stuk is geschrapt. Nou, dus je mocht ook dingen afsluiten die niet meer begrepen. Volgens mij staat er iets vollediger in. Is dat als er werden allerlei producten opgenoemd die Vestia mocht toepassen. Als er combinaties werden gebruikt, zeg maar, dan moest begrepen worden wat dat product was in de combinatie. Toen dat voorstel kwam, of het Vestia-statuut er was in 2002, waren er helemaal geen combinaties afgesloten. Inmiddels zijn er wel allerlei combinaties afgesloten. Ja. Dus dat was dus niet meer van toepassing. Zo heb ik dat. En bijvoorbeeld iets als de twee handen handtekening? Ja, dat is ook iets verwarrend. Daar wil ik graag op terugkomen. De twee handtekeningen komt uit het betalingsverkeer. Voor het betalen van facturen en dergelijke zijn er altijd twee handtekeningen nodig. Dat is altijd zo geweest. In 2002 waren er nog geen derivaten. Het kwam dus voor dat Staal dus met één handtekening mij de bevoegdheid moest geven om de derivaten uit te voeren. Dus die tekst die klopte daar dus niet meer. En dus u zegt het slaat niet op de derivaten gedeelte? Wat zegt u? Het slaat niet op de derivaten, zegt u? Die twee handtekeningen? Ja. Nee. En dan als u achteraf nu kijkt naar de antwoorden die de heer Wevers hier neerlegde, namelijk ik heb een stuk gekregen, maar hij is niet verteld wat allemaal daarin gewijzigd is. En ik heb het vervolgens teruggestuurd en ik weet ook niet of daarna nog dingen in zijn gewijzigd. Hoe reageer je dan daarop? Dat vind ik heel vreemd klinken, omdat altijd de procedure was, ik lever het een concept in en hij stuurt dat door. En zeker wat ik net zeg, met zo'n belangrijk stuk, ja, dan kan ik me niet voorstellen dat je er niet naar gekeken hebt.
Ja, dan ga ik nu met u naar de brieven van Deutsche Bank. Ja. Waarin staat dat de vergoeding voor de agent van Deutsche Bank dat verdisconteerd is in de kosten die of in het product zelf, wat aan Vestia wordt aangeboden. De heer Staal zegt, die brief heb ik nooit gezien. Dat heb ik ook begrepen dat u dat zei. Kunt u zich nog herinneren wat u aan hem gezegd hebt, naar aanleiding van die brief? Zoals ik net al zei, Deutsche Bank Viva Finance gebruikt als agent voor kennisvergaring, derivatenproducten en contacten die ze in de markt hebben. Zij betalen daarvoor en maken daar melding van. En wat was de reactie van de heer Staal? Nou, zo nonchalant, ja, oké. Zoals ik me dat kan herinneren. Hij is daar niet verder dieper op ingegaan. Ja, want de heer Staal zegt, ik heb die brief nooit gezien. Dat wellicht is die brief zelfs door u achtergehouden. Dat heb ik ook gehoord, ja. Maar dat is niet het geval, zegt u. Dat is niet het geval. Dan zei de heer Staal ook nog dat op het moment dat contracten getekend werden, of getekend moesten worden, dat hij blind, in feite zei hij het niet zelf, maar daar kwam het wel op neer, dat hij het blind tekende bij het kruisje. Of hij blind getekend heeft, weet ik niet. Ik was daar niet bij. Maar hij moest wel de derivatencontracten tekenen. Maar hij zei dat hij bijvoorbeeld niet alles las. Ja, dat is zijn verantwoordelijkheid. Hij moet tekenen voor een contract. Maar heeft u wel eens met hem besproken wat in zo'n contract stond? Ik denk dat het zo een aantal keren is voorgekomen. Maar niet altijd, hoor. Ja. Of hij heeft hem. Dus volgens mij is dat zo gebeurd. De heer Erensen vertelde hier aan ons dat hij de heer Staal niet kent als iemand die alles blind tekent. Hoe kent u hem? Ik denk dat hij zijn stuk altijd heel snel. Ik weet dat hij heel snel kon lezen, dus volgens mij las hij alles. Hij is niet voor niks enig bestuurder geweest. Die verantwoordelijkheid wou hij ook nemen. Dat wou hij niet bij anderen laten. Dus hij heeft volgens mij gewoon echt alles wel gelezen. Of is dat in, als hij dan blind tekent, vind ik dat vreemd. Ja. Maar kunt u bijvoorbeeld wat dieper op ingaan? Heeft u bijvoorbeeld voorbeelden waaruit bleek dat hij dingen heeft gelezen? Bijvoorbeeld omdat hij vroeg van wat betekent dit nou wat hier in de clausule staat? Of heb je hier nog naar gekeken? Ik kan me herinneren dat er misschien een keer van wat is dit voor een product of wat is hier gebeurd? Heeft hij wel eens een keer gevraagd? Niet veel hoor. Dat spreek je maar van een paar keer. Ja. Maar stel dat er een nieuw product werd afgesloten, met, waarbij het een andere werking had dan wat gewoonlijk is, dan heeft u het wel met hem besproken van tevoren, bijvoorbeeld in de Treasury Commissie? Die nieuwe producten heb ik voornamelijk in 2004 al besproken, ja. Verder is dat wel besproken, maar ook vaak in informele zin. Dit gaat gebeuren. Ja. Meneer De Vries, onze commissie heeft een aantal vragen aan u over de samenstelling van het derivatenportefeuille. En wij maken daarbij onderscheid in gewone derivaten en de wat meer exotische producten. Kunt u aan ons uitleggen hoe de exotische producten bijdroegen aan de beheersing van de renterisico's van Vestia? De exotische producten werden voornamelijk gebruikt. De premie die daar bijvoorbeeld werd ontvangen als het een optie is. Neem aan dat u dat om exotic gebruikt. Het werd gebruikt om de rentelasten te verlagen. Vooral dat soort producten pasten heel goed in hoe Vestia was opgebouwd. Heel erg investerend, nauwelijks verkopend. Dus heel veel investeringen waarbij de huren in het begin laag zijn, de rentelasten hoog. Dat zou een badkuipmodel teweeg brengen. Dat zou Vestia eigenlijk dan niet kunnen. Dus het was noodzaak om de rentelasten te verlagen. En dat deed je dan met in combinatie direct met een geschreven optie. Die geschreven optie die viel dan in een stuk waar nog geen positie was. Kunt u bevestigen dat de exotische producten weliswaar bijdroegen aan lagere rentelasten? Dat bevestig ik. Maar dat ze tegelijkertijd ook bijdroegen aan hogere risico's? Aan hogere risico's. Het zijn in marktwaarde technisch zijn het risico's, ja. Ja. En kunt u dan uitleggen van hoe u met dit soort producten de risico's van de woningcoöperatie hebt kunnen verlagen? Nou, je weet dat je een aantal risico's loopt. Je weet ook dat je margin calls mogelijk zou kunnen betalen. Dat blijkt uit de CSA's die je hebt afgesloten met de diverse banken. Daar moet je maatregelen voor nemen om liquiditeit beschikbaar te houden. Dat wisten wij. Wij hadden zeker al vanaf 2008 al liquiditeiten beschikbaar.
Daardoor spraken wij ook met de bank af dat als wij zaken zouden doen met een bank, en dat was ook verwerkt in de CSE, dan wilden wij minimaal een threshold van 50 miljoen hebben, soms wel 100 miljoen. Ja. Ook nog 50 miljoen kasgeld, ook om dat soort zaken op te vangen. En verder ben ik uitgegaan van zaken die ook het WSW ons heeft gemeld, van nou, dan hebben wij een dusdanig bedrag beschikbaar om rentedalingen op te vangen. Ja, maar dan heeft u het net over de mogelijke liquiditeitsrisico's gehad. Ja, maar dat is ook een risico. Dat is een risico inderdaad, ja. Maar dat risico slaat om in een verlies op het moment dat de rente heel lang laag blijft. Ja, een tijdelijk verlies. Tot de rente omhoog gaat, zegt hij. Nee, of dat het contract uitloopt. Ja, maar dan ben je dus toch eigenlijk aan het speculeren. Nee. Want stel dat de rente altijd laag blijft, dan heb je dus een verlies. Dan krijg ik even in het geval van de optie, krijg ik de optie geleverd. Die positie kon ik hebben binnen Vestia, omdat daar die positie nog niet had ingedekt. Dus stel dat dat 3% was, nou, dan krijg ik een payersop van 3% in mijn boeken. Ja. En op een gegeven moment krijgt Vestia problemen omdat de rente heel laag staat. Had u voldoende instrumenten om de gevolgen van die lage rente in beeld te brengen? De gevolgen zijn dat je bij een lage rente dat je liquiditeitsrisico loopt. Ja. Ik steunde op de brief van het WSW van 2010. Als je kijkt naar eind 2010 had Vestia 1,7 miljard beschikbaar aan beleggingen en kasgelden. Verder had Vestia ook nog 1 miljard aan threshold, dat hadden we 2,7 miljard. Wij mochten vroeger het faciliteringsruimte gebruiken, dat is in 2010 ook gebeurd. Dat was 1,8 miljard wat ik dan zou kunnen beschikken. Verder was er nog een swap faciliteit, wat ik ook inschat was 1 miljard. Dus naar mijn mening had Vestia heel veel ruimte. Wat ook gebeurde in 2009 was het doorzakken. Dat is later in 2012 ook gebeurd. Ik ging ervan uit dat ik al die faciliteiten tot mijn beschikking had. Ja. Maar mijn vraag was meer gericht op het monitoren van de gevolgen. Namelijk, had u voldoende instrumenten om te zien of wat de gevolgen voor Vestia zouden zijn op het moment dat de rente heel hard zou stijgen of zakken? Ik wist de basispuntgevoeligheid wist ik op een bepaald niveau. Ik wist ook als die op een bepaalde manier zou zakken dat dat op zou lopen. Maar hoe ver die zakt, ja, dat is dan de vraag. En hoe hield u die informatie bij dan? In beginsel had ik een spreadsheet die dat bijhield. Ik had ook Bloomberg tot mijn beschikking. Waarbij ik ook marktwaardes kon berekenen. Ik vroeg het op, ook bij de bank vroeg ik het op wat de markt of wat de basispuntgevoeligheid was. En later heb ik superderivatives aangeschaft omdat het me dat nog meer inzicht zou kunnen geven. Ja. En dat was voldoende om zo'n portefeuille te kunnen beheren? Eerst met een spreadsheet, maar vervolgens ook de renteinformatie via Bloomberg? Op zich wel. Op zich wel, zegt hij. Ja, maar achteraf, als je kijkt van, ik ga uit bepaalde randvoorwaarden. Dus je baseert je op een portefeuille waarbij liquiditeit geregeld is. En dat is dus niet gebeurd. Ja. U had net over de threshold. Het lijkt erop dat u met de banken telkens een zo hoog mogelijke drempel afspreekt, waar bovenpas en bijstortverplichtingen voldaan moest worden. Kunt u ons uitleggen wat daar de reden achter was? Nou, je had een positie aan en dat heeft een marktwaarderisico, een liquiditeitsrisico. Het WSW borgde natuurlijk wel leningen, maar officieel zeg ik, geen derivaten. Dus wij moesten op allerlei manieren kijken hoe komen wij aan liquiditeiten. Nou, dit is een van de goedkoopste manieren om dat zo te regelen. Ja. En op het moment dus dat de rente schommelde en Vestia eigenlijk moest storten, dan hoeft het niet omdat u zo'n hoog bedrag had afgesproken. Pas boven dat bedrag. Het bedrag daarboven moesten wij afstorten. Ja. Ja. En dat was ook het doel van Vestia, om een zo hoog mogelijke drempel af te spreken? Nou, dan gaf je wel meer ruimte in je risicoprofiel. Ja. Dus je had meer geld beschikbaar. En was dit alleen bedoeld om de risico's te verkleinen of ook om voor de buitenwereld minder duidelijk te maken en minder zichtbaar te maken dat er grote bedragen heen en weer gingen? Nee, puur vanuit liquiditeitsrisico. Kijk, voor de buitenwereld staat het gewoon in de jaarrekening wat de marktwaarde was. En er staat niet bij, en er staat ook wel in op dat moment, wat heb je aan collateral gestort? Ja. Maar het stond allemaal in de jaarrekening.
U had net ook over het faciliteringsvolume van het Waardeborgfonds. Ja. Zij hadden een faciliteringsvolume voor u beschikbaar gesteld. Wat was daar nou het gevolg van voor uw risicobeheersing? Nou, op het moment dus dat je een pot met geld achter je in de zak hebt, dan kun je natuurlijk ook grotere risico's nemen. Ja, maar... Deed u dat ook? Dat was eigenlijk nooit nodig. Alleen in 2010 was de rente ook laag. Heeft Vestia ook grote margin calls gehad. Ook van meer dan 1 miljard. Zelfs meer dan in 2011. Daar hebben wij 395 miljoen van het faciliteringsruimte kunnen gebruik maken. Om zeg maar die risico's af te dekken. Ja. En u keek dus ook naar het faciliteringsvolume als een... mogelijkheid om margin calls te kunnen betalen op het moment dat het nodig was. Ja, eerst je eigen beleggingen en je thresholds en kasgeld. Ja. En dan dat, ja. En, de swap en dat was ook zo. Dat was ook het verleden dat het zo gebeurde. Ja. En de swap faciliteit? Ja. Hoe droeg deze bij aan de risicobeheersing? Dat is eigenlijk het sluitstuk. Dat kom je op het laatste punt als alle andere zaken op zijn. Dan moet je aanspraak maken, mag ik swap? En dan krijg je een tijdelijk liquiditeitstekort. Kan ik zeggen dat u bij het afsluiten van derivaten altijd deze dingen meenam in uw achterhoofd? Van ja, als het nodig is, dan kan ik altijd deze potten geld nog gebruiken. Op de totale portefeuille wel. Als je kijkt naar het afsluiten van individuele derivaten, kijk je wel naar de positie van de bank. Van hoe is de positie van Vestia met die bank? Ja. Van als je al aan het betalen was, dan en je hoefde wel bij een ander niet, dan deed je liever die zaak met een ander. En was er eigenlijk ook geregeld overleg met het Waardeborgfonds over die faciliteiten? Ja, elk jaar beoordeelden zij. Ja. Alleen elk jaar, niet tussendoor? Tussendoor staat mij niet helemaal bij, maar we zijn bijna elk jaar fusies geweest. Dus daar zal wel wat gesprek over geweest zijn. Ja. We hebben ook nog naar naar de verslagen gekeken van de Raad van Commissarissen. En tijdens een toelichting op het Treasury-verslag over 2010, de toelichting is in 2011, in februari 2011, bij de Raad van Commissarissen, daar zegt u dat zelfs als de rente negatief wordt, dat dan Vestia niet in liquiditeitsproblemen komt. En waar had u dat vandaan? Dit is uit de verslagen van de Raad van Commissarissen. Welk jaar is dat en welk jaar gaat dat over? Ja, dit gaat over 2010. Treasury-verslag van 2010. Ja. En kunt u ons uitleggen hoe u tot deze berekening kwam? Zoals ik u net vertelde, ging ik uit van een bepaalde basispuntgevoeligheid. En de liquiditeiten die ik tot mijn beschikking volgens mij zou hebben. En dat was gebaseerd op ervaringen die ik in het verleden had. Dus we hadden belegging van 1,7 miljard, thresholds van 1 miljard, faciliteringsruimte... Soplimiet. En dan kwam ik op een bedrag van meer dan 5 miljard. En dat heeft u vervolgens berekend. En u hebt aan de Raad van Commissarissen gezegd van... stel nou dat de rente negatief wordt. Ja. Dan nog komen wij niet in problemen. Zo heb ik dat berekend. Ja. Ja. En had u eigenlijk achteraf gezien alle risico's in beeld... toen u die uitspraak heeft gedaan? Alle risico's. Je gaat heel erg uit van rentedaling. In die portefeuille is ook volatiliteit... van belang. We zaten wel midden in een geweldige financiële crisis, bankencrisis, zaken die nog nooit voor zijn gekomen, rentes die nog nooit voor zijn gekomen. Het ging iets harder dan ik dacht. Ja. Maar u zit bij een vergadering van de Raad van Commissarissen, ja. Een orgaan dat intern toezicht moet houden op het functioneren van het bestuur, waar u weer onder valt en werkte. En u zegt dat de rente negatief kan worden en dat u dan pas in problemen komt. Ja, blijkbaar wel, ja. Ja, ja. Is dat niet gewaagd? En als je ook nog kijkt naar achteraf van hoe het afgelopen is. Dat is misschien wel toentertijd gewaagd. Ik heb daar geen vragen van terug. Ik heb wel uitgelegd hoe dat kwam. Het heeft ook in het jaar rekening gestaan, alles. Maar de Raad van Commissarissen heeft vervolgens ook geen vragen gesteld? Of, nee, niet dat ik mij kan herinneren. Nee. Maar begrepen zij het wel? Daar ga ik wel vanuit. Als je geen vragen stelt, mag ik er vanuit gaan dat ik het begrijp. Ja. Meneer De Vries, in de loop van 2011 komt Vestia in financiële problemen door bijstortverplichtingen.
Wanneer was dat nou precies? Nou, eigenlijk pas, ik denk oktober, november een beetje. In feite had Vestia 700 miljoen aan leningen afgelost. En uit eigen middelen 400 miljoen aan investeringen betaald. Wij gaan ervan uit dat de leningen die wij aflossen weer geherfinancierd mogen worden. Omdat wij ze heel kort hadden, zeg maar, gefinancierd. Dus die borging was er eigenlijk al in 2008 of 2009 voor die projecten. Dus wij lossen eerst af. De rente was heel hoog. Wij stonden begin juli zelfs, kregen wij zelfs geld van de banken. Volgens mij uit mijn hoofd iets van 200 miljoen. Uiteindelijk ging de rente zakken. Ja, en dan kan het snel gaan. En het proces om een lening te krijgen bij het VSW duurt gewoon een aantal weken. Die markt is vrij snel. En je moet altijd een buffer houden. Dus daar gingen wij natuurlijk gewoon vragen van, komt het een keer los? Ja. Want, er stond ook een claim, zeg maar, op het vastingsuit van 2010, die dan nog geldig was, hadden ze niet alles vrijgegeven. Daar stond ook een dubbeltelling in, bijvoorbeeld van 300 miljoen. Dan wisten ze dat wij dat in 2011 weer zouden herfinancieren. Hebben ze ook niet vrijgegeven. Want dat is ook ons opgevallen. Blijkt namelijk dat u tot de zomer van 2011 ongeveer een jaar lang geen gebruik heeft gemaakt van de faciliteringsvolume die beschikbaar was gesteld door het Waarborgfonds. Er was niets. Dat was een claim. Ik had die claim niet nodig. Ja. En waarom gebruikte u het dan niet? Wij betalen dat toen de tijd uit eigen middelen. In feite was het ook de afspraak van, nou, als de rente omhoog gaat, dus dan lopen wij dat in, zeg maar. Nou, er was ziekte bij de WSW. Normaal komen ze met de beoordeling in april of maart, april. Door capaciteitsproblemen was dat uitgesteld, dus dat kwam niet los. Dat kan wel wachten, want de rente is toch hoog, je hebt toch genoeg geld. Dus ja, wij hebben natuurlijk gewoon uit eigen middelen dat afgelost. Ja, en op een gegeven moment is er wel behoefte aan liquide middelen. Ja. En toen heeft u geprobeerd geld te krijgen van het Waarborgfonds. Nou, we krijgen geen geld van het Waarborgfonds, ja, we krijgen een borging. Een borging inderdaad, ja, om klopt, naar de banken te gaan. Ja. Ja. Maar in ieder geval, de markt beweegt. Er kwam wat meer, er was meer dalende rente, dus dan moet je gewoon anticiperen op. Je moet zorgen dat je altijd genoeg middelen hebt. Ja, en toen heeft u daar ook gebruik van gemaakt? Ja, zodra zij iets vrijgaven, heb ik gelijk aangetrokken, ja. Met hele snelle stortingen. En vervolgens? De markt liep verder. Er waren gesprekken, zeg maar, ja, met de WSW. Het WSW was niet helemaal eens met het derivatenbeleid of met hoe ze naar Vestia keken. Ze kwamen de gemaakte afspraken niet na. Ik kan me herinneren dat de heer Staal een juridische procedure was start tegen het WSW. Dat werd hem van alle kanten afgeraden door diezelfde partijen. Dus hij mocht bepaalde brieven niet sturen. En uiteindelijk kwam in één keer het liquiditeitstekort. Daar waren de achtervangers ook al ingelicht. Ja, dat stonden wij als Vestia natuurlijk wel raar te kijken van. We waren nog wel goed genoeg om eind mei te fuseren met Stadswonen. Ze hebben dat ook allemaal beoordeeld. Ze moeten kijken naar de cijfers, financiële continuïteit van Vestia. Ze kijken naar de prognose. Ze hebben de nieuwste cijfers. Dus dat vonden wij raar. Ook mijn toenmalige collega, de heer Van der Vlist, heeft een presentatie gegeven bij het WSW. Heeft ook aangegeven dat we zoveel hebben ingedekt op bepaalde niveaus. Ik heb zelf nog een presentatie begin februari gegeven bij het Centra Fonds. Ik heb toen niets gehoord dat er een probleem zou zijn. Want op een gegeven moment heeft u een brief gekregen van het Waarborgfonds van 27 april 2010. Daarin zeggen zij dat er een faciliteringsvolume beschikbaar is voor het Vestia. Maar u krijgt uiteindelijk het geld niet. Een gedeelte wat daar staat. Ja. Maar alleen de claims heb ik niet gehad. Dus ze zeggen, u bent goed genoeg. Geef u 3 jaar faciliteringsruimte. U heeft dat geld niet gelijkertijd nodig. Dus u hoeft ook niet gelijk aan te trekken. Ik heb alleen aangetrokken wat beschikbaar was. En die laatste 395 miljoen waar ik over had, heb ik toen meneer Rink gebeld van, ik heb het nu wel nodig, want de rente daalt. En wat zei de heer Rink? Ja, dat is goed, want ik heb gewoon de leningen gehad. Ja. En hoe kijkt u nu achteraf terug naar de rol van het Waarborgfonds bij het ontstaan van de liquiditeitsproblemen van Vestia? Die vind ik heel groot. Kun je dat uitleggen? Nou kijk, je gaat uit van bepaalde voorwaarden. We hebben hier te maken met een AAA-partij, die vertrouw je. Je ziet brieven dat ze dat beloven. Wij mochten gebruik maken van het faciliteringsstaat, dat is in 2010 gebeurd. We hadden die brief dat wij 4 jaar lang dat mogen oormerken. Er is een brief van 21 oktober 2009 waarbij ze ook gewoon de beleggingen oormerken voor derivaten.
De swaplimiet is besproken. We hebben genoeg liquiditeiten. En dan zie je een veranderde verhouding. Ik denk dat het iedereen heeft verrast. En waarom denkt u dat het waarborgfonds opeens deze beweging maakte? Dat zij het geld niet beschikbaar hebben gesteld? Nou, zoals ik denk dat het gebeurd is dat zij op de vingers zijn getikt door het ministerie. Ze hebben hun eigen beleid gemaakt en zijn waarschijnlijk buiten de regels om. Hebben zij heel veel toezeggingen gedaan. Ook naar banken dat onder CSE-verplichting de faciliteringsruimte kon gebruikt worden. Dat ze altijd borst zouden staan. Er zou geen corporatie omvallen, dat hebben banken mij ook verteld. En ik denk dat daar in één keer een correctie is. Ik kan ook nog wel vertellen dat de Erens, toen die binnenkwam, tegen mij heeft gezegd... ja, ze hadden eigenlijk wel een jaar eerder mogelijk moeite. En toen was hij zelf boos geworden, omdat daar dus meneer Staal voor geslachtofferd is. Terwijl ze een jaar eerder had gezegd... sorry, wij moeten het beleid aanscherpen, zoals het eigenlijk zou horen, zoals dat misschien zo is. Had Vestia gewoon met de winsten waarschijnlijk uitgegaan. En niet 2 miljard verlies. Ja. En als we... u zegt ook van, we hebben alle informatie die nodig was. En alle informatie dat het waarborgfonds aan ons heeft gevraagd, ook geleverd. Zodat zij een goede afweging konden maken. Ja, dat kan ik. Wij moesten altijd bij de jaarlijks de derivatenportefeuille sowieso sturen. Ook in 2010 zijn ook de spreadsheets aangeleverd. Het is opvallend dat wij, zoals ik het uit mijn hoofd zeg, 30 september 2011 een brief krijgen, gericht aan de heer Wevers. Dat ze aan elke corporatie de derivatenportefeuille opvragen. Die ze nog niet hebben, omdat een hoop partijen het mogelijk niet hebben ingeleverd. Nou, wij hebben het wel ingeleverd. Toen wij in gesprek kwamen over die portefeuille, bleek dat zij derivaatstukken hadden van ons vanuit 2008. Dat verbaasde mij enorm. Ik denk, hoe kan dat nou? Ze blijken gewoon een aantal stukken gewoon niet te hebben, of het is weg. Of... Ik was zelf ook gewoon verrast. Ja. En heeft u vervolgens, toen de problemen zich voordeden, heeft u toen ook geprobeerd om met banken in overleg te treden? Om te kijken of er een oplossing gevonden kan worden? Officieel mocht ik niks zeggen. Ik heb daar, want ik moest, het moest allemaal geheim blijven, zeg maar, toen het echt begon. Ik heb natuurlijk wel met banken overleg gehad van, kan zeg maar de margin calls geparkeerd worden? Daar zagen zij echt wel mogelijkheden in om dat een paar jaar weg te zetten. Of een garantie van het WSW. Ja, dat waren echt wel mogelijkheden. Ze zijn alleen woedend geworden door de maatregelen die Vestia, noem maar het nieuwe Vestia, heeft gedaan. Want u hebt ook nog in die zomer een aantal transacties gedaan met de banken. Dat klopt. Ja. En waarom? Nou, wij gaan uit dat er in 2011 volgens mij 1 miljard euro aan leningen zouden krijgen. Die leningen kwamen niet. Wij gaan uit van een bepaalde periode, daar waren derivaten op gezet. Op dat moment heb ik de lening niet en is de derivaat over. Dan moet ik iets met die derivaat. Dus die derivaat heb ik verplaatst. Dus het tegengesloten NWR. Dus ik ging ervan uit, vanuit het verleden. Ja. Dat lossen wij op, omdat we ook net gefuseerd waren. Dus ik zag dat probleem ook niet. Dat we dat gewoon een aantal jaren verder zetten. Want in die tijd is ook de heer Staal een tijdje afwezig. Begin van het jaar. Ja, heeft dat nog een rol gespeeld? Totaal niet, want er is heel weinig gebeurd. Ja, en als er bijvoorbeeld contracten getekend moesten worden? Dan werden ze verzameld en bracht iemand dat naar de heer Staal. Die tekende dat. Maar ik denk dat misschien een enkele keer, omdat er haast bij was, gezien de afsluiting van een bank, dat de heer Wevers een mandaat heeft gekregen om dat te tekenen. Maar de heer Staal heeft alles getekend, naar mijn weten. Ja, want op 27 juli 2011... heeft u ook nog 6 transacties met de Deutsche Bank gesloten? Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ja. Van in totaal 600 miljoen. Maar u zegt het zou kunnen. Ik weet niet of 27 juli was. Maar u weet nog wel dat het dan die 600 miljoen ging. Ik weet niet 600, maar ik sloot wel af de transacties af. Ja. Kunt u toelichten waarom u dat heeft gedaan? Nou, zoals ik net zei, moest ik een aantal zaken verplaatsen. Ja. Dus ik ken niet de exacte inhoud van deze. Want het zijn best grote bedragen. Ja. En direct nadat de problemen bij u bekend worden, heeft u dit gedaan? In juli niet. Want in juli hadden wij nog geen problemen. Het eerste gesprek met de WSW is 15 augustus gekomen. Maar ze zaten er wel aan te komen in die tijd. Ze zaten er niet aan te komen. 15 augustus kwam de eerste verrassing. Eind juli is er zelfs nog mailverkeer geweest. Misschien wel telefonisch contact tussen de heer Wevers en een medewerker van het WSW. Volgens mij mevrouw Bakker. Daar is nog gesproken over een fusie met Weerstad en WSG. Dus daarom kwam de verrassing bij Vestia zo. Ja. Zegt u hiermee dat u deze transacties
wel overwogen heeft gedaan en niet in paniek? Niet in paniek. Kijk naar de voorzitter. Meneer De Vries, we zullen nog uitgebreid dadelijk ingaan op uw precieze rol bij Vestia en uw verantwoordelijkheid in de teloorgang van deze grote woningcorporatie. U geeft hier duidelijk aan dat derivaten, dat was uw lust en uw leven, een soort hobby. U lacht er continu bij, constateer ik. U zegt net ook, we hadden 1,7 miljard euro aan kasgeld of beleggingen apart gezet. En we hadden daar nog swaplimiet en we hadden dit en dat. En dat was allemaal de zekerheid om met die ingewikkelde derivaten aan de slag te gaan, meneer De Vries. Maar 1,7 miljard euro apart houden, omdat je met financiële producten aan de slag gaat, was dat niet geld wat gewoon geïnvesteerd had moeten worden rechtstreeks in wijken en sociale huurwoningen, in plaats van 1,7 miljard achter de hand te moeten houden voor derivatentransacties en de afloop daarvan? Wij zetten heel veel geld in. Volgens mij heeft Vestia altijd veel investeringen gedaan, veel meer dan de rest. Dus het is de vraag, kon dat ook nog ingezet worden? Nou, volgens mij waren er niet heel veel plannen beschikbaar. Uiteindelijk is, doordat Vestia een hele goede positie had, ook SGBW overgenomen. Tenminste, dat werd verzocht vanuit het ministerie. En later ook Stadswonen, om geld in te zetten voor die volkshuisvesting. Ik denk juist Vestia heel veel heeft kunnen inzetten door de treasury voor de volkshuisvesting. Ja, we hebben ook gezien waar het op uitliep. Daar komen we straks uitgebreid op terug. En wat uw verantwoordelijkheid ervoor, die 2 miljard en dat bijna faillissement. Ik heb het nu even over de getallen die u zelf noemde tegen collega Bashir. 1,7 miljard. We hadden nog een miljard swap en we hadden nog zoveel miljard bestedingsruimte, faciliteringsruimte enzovoorts. Mijn vraag is, ik hoop dat u echt daar rechtstreeks antwoord op wil geven. Was dat geld niet allemaal veel beter besteed rechtstreeks aan sociale volkshuisvesting in plaats van aan mogelijke kosten allemaal opvangen van de zeer vele uiterst ingewikkelde derivatenproducten? Dat geld was ook besteed voor de volkshuisvesting. Kijk, zo'n threshold, ja, dat is een krediet wat je hebt bij een bank. Daar kan ik niks mee met de volkshuisvesting. En kasgeld, die gebruikten we wel voor de volkshuisvesting. Wij investeerden juist heel veel. Verkochten dus ook heel weinig. Nou ja, ik kan de vraag ook andersom stellen, meneer De Vries. Ik ken een hele grote corporatie in Rotterdam met tienduizenden huurwoningen, geen derivaten ooit afgesloten, vertrouwde gewoon op borging en daardoor het rentevoordeel wat je sowieso al hebt. En die zijn niet failliet gegaan voor bijna 2 miljard euro. Dat is eigenlijk de vraag. Al dat wat u nu allemaal opsomt, die bedragen, je had het toch beter gewoon rechtstreeks naar de huurders kunnen vloeien, investeringen in woningen? Dat is toch ook gebeurd? Dat is gebeurd door 1% lagere rentelasten. Wij besparen 50 miljoen. Dat is ook teruggekomen in lagere huurverhogingen bij de huurders, zeg maar. Dan gemiddeld. Er is veel meer geïnvesteerd. Het zijn mooie projecten neergezet. Maar als het voordeel 50 miljoen per jaar is en je verliest er eigenlijk 2 miljard, dan doe je er 40 jaar over om erbij te komen. Waarom is het 2 miljard verloren? Niet door VES. Dat is door de minister bepaald. Even een andere vraag. Het verlies wordt bepaald als men verkoopt. Dus net zoals een belegging. Mm-hmm. Je verkoopt op het laagste punt. Ja. Even een andere vraag in dit verband, meneer De Vries. We zien een heleboel derivaten. Soms redelijk overzichtelijk, zoals ze vaker worden gebruikt voor het afdekken van renterisico's. De swaps, dat noemen ze ook wel met een duur woord plain vanilla's, waarbij je de variabele en de vaste rente met een bank of een andere partij tegen elkaar uitruilt. Zo dek je je renterisico's af. Daarnaast zien we bij Vestia een gigantische batterij aan gestapelde derivaten, de zogenaamde gestructureerde producten. Die hangen samen met alle ingewikkelde indices. En we zien ook geschreven swaptions. Vestia maakt zelf een financieel product, wat waarschijnlijk door een bank is verzonnen, en zet het dan ook weg bij een bank en krijgt daar een premie voor terug. Je verkoopt een product wat je zelf schrijft. In hoeverre is dat nou nog bij een woningcorporatie te linken aan het afdekken van renterisico's op je leningen die staan tegenover aankoop van woningen? Zoals ik net al verteld heb, schillen wij uit van lagere rentelasten. Dus het schrijvenoptie heeft niet geleid tot gelijk premieuitbetaling. Dat hebben wij verdisconteerd in de rentelasten. Dus daar komt het dan in terecht. Dus dat wij als Vestia toen de tijd mooie woning konden bouwen, omdat we gewoon lagere rentelasten creëerden en ons ingedekt hadden tegen lage rentelasten. Daardoor konden projecten dus wel doorgaan die anders niet door hadden gegaan. Dat spreadsheet waar u het over heeft, waar al die ingewikkelde producten in samenkwamen, stel u was onder de tram gelopen, hoe was het dan met Vestia gegaan en het spreadsheet dat lag daar bij de treasury van twee mensen?
Threshold iets meer mensen was. Maar het spreadsheet was voor mij een hulpmiddel voor om te kijken van welke positie hebben we nodig. De uiteindelijke derivaten werden gewoon geadministreerd in de SG door mijn back-office. Dus alle contracten waren gewoon aanwezig. We hebben hier vanochtend meneer Greven gehad. Die zei tegen ons, ik heb dat spreadsheet gezien van meneer De Vries. En als ik alles bij elkaar optel, dan heeft hij in de tijd dat ik er zat en kon zien hoe collega of hoe Marcel De Vries omging met derivaten, heeft hij die complete portefeuille die tot boven de 20 miljard euro opliep, ook wel eens een keer in de loop der tijd volledig geherstructureerd. Dus de totale volume ligt boven de 40 miljard. Wat zegt u daarop? Dat beeld herken ik niet. Want? Ik heb wel nodig geherstructureerd, maar of dat 40 miljard is, dat weet ik niet. Maar u spreekt wel over bruto notional. Dat heeft niets met indekken. U zegt stapelen, maar het heeft ook met posities te maken die elkaar verlengen. En die worden dan dubbel geteld. Ja. Dus ik kan er een voorbeeldje van geven. Stel dat u een derivaat nu afsluit voor 1 jaar. En ik sluit gelijkertijd startend over 1 jaar. En nog een keer 1 jaar. En nog een keer 1 jaar. Heb ik dat 5 keer. Heb ik voor 5 jaar een positie van bijvoorbeeld 100 miljoen ingedekt. Maar ik heb 500 miljoen aan bruto notionals. Maar ik heb maar een positie van 100 miljoen. Ja, en dat was een woningcoöperatie Vestia. Ja, maar ik ben niet de enige die dat zo doet. Maar goed, meneer De Vries, ik schors deze vergadering voor 10 minuten. Okay.
Ik verzoek de griffier de getuigen weer binnen te leiden. Ik heropen de vergadering. Het woord is aan de heer Bashir. Meneer De Vries, wij hebben begrepen dat u geregeld presentaties hield voor andere partijen buiten Vestia over derivaten en hoe je met risico's om moest gaan. Dat klopt. Kunt u aan ons vertellen welke partijen allemaal geïnteresseerd waren? Ik heb een presentatie gegeven bij het WSW, volgens mij 25-jarig jubileum. Daar heb ik een presentatie gegeven. Daar heb ik ook uitgelegd wat voor producten Vestia gebruikte, hoe we daarmee omgingen. Dus ik ben daar compleet transparant geweest. Ik heb bij Centraal Fonds een presentatie gegeven. Ik heb ooit een presentatie gegeven over hoe het werkte bij derivaten bij de vier grote gemeenten en het ministerie. Op Public Treasury heb ik volgens mij eens een keer iets gezegd. Kreeg u vaak kritische vragen? Kritische vragen? Dat viel wel mee, eigenlijk. Ja. Hoe werd u door de buitenwacht gezien naar uw eigen beleving? Ik denk wel goed dat Vestia dat goed deed. Ja. Klopt het dat u door de externe financiële toezichthouder, het Centrale Fonds, gevraagd en ook betaald bent om als deskundige aan de sector les te geven over derivaten? Dat klopt niet. Ik ben wel gevraagd om een presentatie te geven, maar ik ben niet betaald. Je bent niet betaald, hè? Nee. En dat heeft u ook gedaan uiteindelijk? Ik heb geen les gegeven. Ik heb gewoon een presentatie gegeven. Presentatie. Misschien dat ze dat als les ziet, maar ik heb een presentatie gegeven wat Vestia zo al deed. En dat was eenmalig, de presentatie? Dat was eenmalig. Oké. Daarvoor heb ik wel ook met Centraal Fonds gesproken over hoe Vestia zijn derivaten deed, ja. En wat zegt dit volgens u over de externe financiële toezichthouder, het Centrale Fonds, op het moment dat ze gewoon iemand van een woningcoöperatie, iemand die al in de sector actief is, vragen om een presentatie te geven aan andere corporaties? Nou, dat het een vrij nieuwe wereld is voor hun, voor het Centraal Fonds. Ze kwamen dat ook tegen bij andere corporaties. Ze wisten dat Vestia dat ook deed, maar ook andere controleurs, noem ik dat maar even, van het Centraal Fonds, hadden daarmee te maken en wouden er gewoon wat meer van weten. Dus het was eigenlijk voor heel veel mensen van het Centraal Fonds en ook het ministerie dat ik daar een presentatie heb gegeven. Ja. U gaf vaak presentaties. U werd zelfs gevraagd om presentaties te geven door de financiële externe toezichthouder. Ja. Maakt u zelf zich geen zorgen over het feit dat blijkbaar zo weinig kennis is in de sector over derivaten, terwijl het wel vaak gebruikt werd? Ik zal niet zeggen weinig kennis. Kijk, Centraal Fonds schoof dat meer af naar het WSW. Want WSW heeft dat ook naar zich toe getrokken. Ik denk alleen Centraal Fonds op een gegeven moment merkt dat dat heel breed in de sector wordt gebruikt, derivaten. Of dan wel allerlei soorten leningen. En daar dus meer van zou willen weten. Ja. Dan ga ik met u verder naar het jaarverslag over 2008. Naar aanleiding daarvan maken een aantal banken zich ernstig zorgen over de risico's van de derivaten bij Vestia. Wat heeft u gedaan met die zorgen en de waarschuwingen die zij hebben geuit? Ja, ik vond het opvallend. U heeft het vorige week ook al gevraagd. De banken verkopen hier eerst allerlei producten, dus ook gestructureerde producten, allemaal. En op een gegeven moment hebben ze daar problemen mee. Het zijn niet allemaal banken. Met ING hebben we dat gehad. De Rabobank heeft zelfs in 2010 de derivatenlijn uitgebreid.
En ABN AMRO had een probleem, omdat door de fusie met Fortis, samen met de portefeuille ABN AMRO, Vestia gewoon te groot werd. Dus ABN AMRO zei van, nou, wij kunnen in ieder geval geen nieuwe posities doen. Maar dat kan ik dan ook nog wel begrijpen. Ja, maar u hebt geen acties ondernomen nadat zij zich zorgen maakten? Nou, kijk, ABN AMRO begrijp ik, die zit vol. Rabobank heeft nieuwe lijnen, dus daar hoef ik me niet zo zorgen te maken. Met ING lag dat anders. Mijn ervaring was dat ING niet echt mee kon, zeg maar. Zij kwam bij mij van, wij willen ook een CSA-contract. Wij hadden geen CSA-contract met de ING. Wij hebben bij al die banken afgesproken 50 miljoen threshold. Had Vestia één lijn in. Ja. ING wou daar niet aan beginnen. En eigenlijk is dat het begin geweest van de beëindiging van de relatie. Ja, want ING heeft uiteindelijk de relatie opgezegd. Althans, dat staat in de brief die naar Vestia is gestuurd. Ja. Vorige week was de heer Staal hier en hij heeft verteld dat hij zelf de relatie heeft opgezegd. Ja. Hoe is het nou precies gegaan? De heer Verbrugge, relatiemanager van ING, belde mij op. En kwam gelijk met de mededeling, wij zeggen de kredietrelatie op met Vestia. Dus daar was ik wel verrast over. En wij willen gelijk dat je de derivaten gaat unwinden. Dus tegensluiten, afrekenen. Ik zei, nou, ik zou dan toch wel graag wat meer uitleg hebben. En ik denk ook mijn bestuur, om dat eens uit te leggen waarom. Er is een gesprek gepland. In dat gesprek liep eigenlijk helemaal niet. En de heer Staal was nogal verbolgen en die zei, ja, ik wil eigenlijk niet meer verder praten. Ik zeg alles op. Dus alle rekeningen. Maar ja, zij hadden krediet opgezegd. Hij zegt, maar dan voor mij is het alles. Dus dan is het de rekeningen. En het zou ook consequenties hebben voor ING vastgoed. Voordat het gesprek heeft plaatsgevonden, kijkt, was er al een ING is begonnen, als u dat wil weten. Ja. Over het kredietverhaal. Dus ING is daar de aanleiding. Ze hebben de ruimte, denk ik, als ik zo achteraf kijk, gelaten om daarover te praten. Er is eigenlijk nauwelijks over gepraat. Daar is die brief uitgekomen. En dan is er ook een antwoord. Maar Staal heeft tijdens dat gesprek al gezegd, wij stoppen ook met de rest. Ja, dus concluderend, voordat de heer Staal heeft gezegd dat hij de relatie opzegt, had de ING het al feitelijk gedaan. De kredietrelatie. De kredietrelatie. En dat is dus, we hadden een kasgeld van 45 miljoen euro en zij wilden van alle derivaten af. En hoe kan het dat in beleving van de heer Staal, de Vestia, de partij was die de relatie heeft opgezegd, de kredietrelatie? Ja, dat vind ik een wat lastige vraag, maar misschien wie trekt de grootste broek aan? Hij zegt dan de rekening opgezegd en de totale relatie, ja. Dat vind ik een lastige. Maar in feite is ING begonnen. En wat was eigenlijk uw eigen rol daarin? Want de heer Staal en ING hebben elkaar toe de relatie opgezegd. Maar wat was uw rol? Nou kijk, ik wil de banken allemaal gelijk behandelen. Dus mijn discussie zat hem op dat wij niet een CSA met zeg maar een threshold van nul zouden tekenen. Waarbij Vestia gelijk 30 miljoen moest betalen aan ING. Dat vond ik niet terecht. Verder hadden ze ook de opmerkingen dat wij deden aan balansverlengen. Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel vreemd, want ING heeft geld geleend van Vestia in die jaren. Ik denk, dan weet je dat ik aan balansverlenging doe. En waarom vraag je dat dan? En waarom zeg je dit dan? Dus ik vond dat een beetje ook wel weer gezochte argumenten. Wat ook speelde is dat met name uit Londen heel veel banken gewoon zaken wilden doen met Vestia. En wel 50 miljoen threshold zouden geven. Want op een gegeven moment is daarna ook een brief opgesteld door ING, waarin in ferme taal wordt uitgehaald naar ING. Wie heeft die brief Er is een brief, nee, u bedoelt waarschijnlijk een brief van Vestia opgesteld. Vestia heeft de brief opgesteld richting ING. Ja. De heer Staal heeft het ondertekend, maar hij vertelde hier dat hij het niet zelf heeft geschreven. Was u degene die het heeft geschreven? Ik ben het nagaan en ik heb in ieder geval een concept. Ik heb een concept gezien wat ik getypt heb, zeg maar. Okay. Of dat de definitieve versie is, dat heb ik niet in mijn bezit, maar ik vermoed dat dat ongeveer wel zo is. Alleen de terminologie die u vorige week gebruikte, herken ik niet. Dat staat wel in de brief, hè? Ja, maar u haalt allerlei dingen bij elkaar die overal ergens staan. Maar dat is wel in verschillende contexten. Ja, maar het staat wel in de brief. Het staat wel in de brief, maar overal een woordje. Ja, ja. En u haalt dat populistisch bij elkaar. Dat vind ik niet helemaal terecht. Nou, het viel ons op, die woorden. Omdat Vestia één persoon in de back-office had en één persoon in de front-office. En als je dan zo hard uithaalt naar een bank, dan
is dat wel opvallend, vonden wij. Dus daarom heb ik die dingen genoemd. Maar ze staan gewoon in de brief. Het staat wel in de brief, maar in een ander context. Dat wil ik wel duidelijk zeggen. Het staat niet zoals u dat meldde toen. Maar wel in de brief? In allerlei woorden, in allerlei varianten. Dan ga ik met u verder naar de brief over van ABN AMRO. Die zette in 2009 kritische kanttekeningen bij het derivatenportefeuille. Wat was uw rol in de gesprekken naar aanleiding hiervan? Wilt u uw rol? Heeft u met de bank gesproken? Heeft u vervolgens actie ondernomen richting bijvoorbeeld de heer Staal of uw eigen baas, de heer Bevers? Ik kan me deze brief niet zo heel goed herinneren. Ik weet alleen dat er een discussie was natuurlijk door de fusie van ABN AMRO en Fortis. Daardoor werd de portefeuille te groot. Op zich kan ik dat begrijpen, maar ABN AMRO lag het probleem bij Vestia neer. Terwijl ik zelf vind, ja, maar wie fuseert er nou? Dus u zegt van de zorgen van ABN AMRO, die waren alleen maar omdat de portefeuille groot werd. En niet zozeer over het feit dat Vestia een grote portefeuille had. Dat laatste kan ik me niet zo herinneren. Alleen bij elkaar is het bij ABN AMRO een grote portefeuille. Dat was denk ik ook op dat moment de grootste portefeuille. Ja. Want heeft u daarna nog zaken gedaan met ABN AMRO? Er zijn in ieder geval zaken gedaan in 2011. En dat was het aangaan van nieuwe contracten of het sluiten van... Het nieuwe contract, ja, in ieder geval nieuwe contracten, ja. En tegelijkertijd ook het sluiten van contracten? Of, nou, tegengestelde posities, dus dat betekent dat het risico wordt verminderd, ja. Risico voor ABN AMRO? Ja, en eigenlijk ook voor Vestia op ABN AMRO's tegenpartij. Ja, ja. Zijn er nog andere banken die kritische vragen hadden of kanttekeningen hebben geplaatst bij het handelen van Vestia? Wij hadden elk jaar wel gesprek met alle banken, want elk jaar krijg je een kredietcommissie. Er werd dus elk jaar wel gevraagd van hoe zit de portefeuille in elkaar, wat voor kredietlijn heb je, dat soort zaken. Maar dat zijn ook, en hoe staat Vestia ervoor, meerjarenbegroting, dat soort zaken. Ik schat het niet in als heel kritisch, maar... Dus u zegt niet van iemand heeft ons gewaarschuwd vanuit de banken, behalve dan ING en ABN AMRO? Nou, kijk... IG is dan vind ik een ander geval, maar de andere eigenlijk niet. Nee, ze zijn volgens zoals ik me kan herinneren ook allemaal gewoon doorgaan met het doen van transacties. Ja. Maar zij steunden ook op de voorwaarden zoals ik die had. Was het Waarborgfonds eigenlijk goed geïnformeerd over de samenstelling van het derivatenportefeuille van Vestia? Daar ging ik wel van uit, ook omdat het in de jaarrekening stond. Als je achteraf bekijkt... Zeggen ze van, nou, wij hadden er niet zo goed zicht op. En aan wie lag dat? Leverde u alle informatie aan die zij vroegen? Zoals ik dacht wel. Zij hebben niet aan mij gevraagd te leveren nog eens een ander soort informatie aan. En ik refereerde net al naar een brief van 30 september. Waar ze alle corporaties de derivatenposities opvroegen. Dus dan denk ik, ja, dan ligt het toch echt aan hun. Want het Waarborgfonds had ook een derivatentool. En daarvoor moest per kwartaal informatie aangeleverd worden. Dat deed u? Dat deden wij niet. We hadden afgesproken. De portefeuille van Vestia was groot. Wij hoefden dat niet te doen. Zij zouden er zelf wel voor zorgen. Dus het Waarborgfonds heeft tegen u gezegd van u hoeft niet alle informatie aan ons te leveren. Ja, zegt wij u. Konden ook een aantal dingen niet kwijt. Zeg maar. Sorry? Wij konden ook in die tool niet alles kwijt. Het was ook te veel, dus zij zouden dat zelf doen. En waarom kon u niet alles kwijt in de tool? Omdat er of verschillende rentepercentages werd gebruikt of... Bepaalde producten, dat was gewoon heel standaard, zeg maar. Dus Vestia kon niet alle informatie leveren omdat het tool daarvoor niet toereikend was? Vestia kon de informatie niet leveren zeg maar, om die in die tool te krijgen. Ik heb die tool verder ook niet gezien. Ja. We hebben daarover gesproken. Ze hebben de portefeuille gezien. Ze hebben ook de accountsrapporten gezien. We hebben daar verder ook geen vragen over gesteld. Behalve in 2011 dan. Ja. Je hebt ook niet met elkaar afgesproken van, terwijl als het tool niet voldoet, dat we dan langs die tool heen de informatie gaan leveren die nodig is. Nou, wij hebben de informatie geleverd zoals het bekend was. Wij hebben dat bij Corporate Data ingeleverd, elk jaar. Ook bij die bespreking van 2010 heb ik informatie aangeleverd, omdat ze daarop naar vroegen. Ik heb verder geen andere signalen gekregen dat ik iets moest aanleveren. Met wie had u eigenlijk binnen het Waarborgfonds contact? Martijn Rink onder andere en onze relatiemanager was Sylvia Bakker. Heeft Martijn Rink of Sylvia Bakker wel eens opmerkingen gemaakt over de derivatenportefeuille van Vestia? In de zin van waarschuwingen, van let op?
niet dat ik me dat zo kan herinneren. Echt waarschuwing van man, let op. Het is meer van inzicht te krijgen. Dat is in 2010 gebeurd. Dus zij hebben nooit gezegd van neem niet te veel hooi op je vork. Dat hebben ze, nou, ik mij kan erin niet gezegd, nee. Nee. Dus u zegt eigenlijk van dat u altijd volledig meegewerkt heeft aan vragen van het Waarborgfonds en van het Centraal Fonds, de externe financiële toezichthouder? In zover wel, ja. Dus u zegt van het is nooit voorgekomen dat wij informatie aan deze partijen hebben geweigerd, terwijl zij het wel ons vroegen? Dat is wel voorgekomen. Op verzoek van de heer Staal is in ieder geval geen kwartaalrapportages gegeven. Ook is er wel eens wat moeilijk gedaan over de derivatenpositie, maar uiteindelijk is het wel allemaal aangeleverd. En waarom wilde de heer Staal de kwartaalrapportages geven? Hij wilde gewoon die informatie niet delen met anderen. Hij vond sommige dingen ook niet nodig vanuit zijn perspectief. Dan luister ik. We hebben ook naar de verhoren van de afgelopen weken geluisterd. En wat daaruit opvalt is dat er naar voren komt dat u voor de heer Rink van het Waarborgfonds een belangrijke partij was in het ontwikkelen van het EMTN-programma. Dat is het programma voor kortlopende schuldpapier. Heeft deze afhankelijkheid van het Waarborgfonds ook meegespeeld bij het beoordelen van welke informatie ze wel of niet van u nodig hadden? Dat zou ik niet weten, eigenlijk. Want hoe kijkt u terug naar dat programma? Nou, eigenlijk niet zo best, achteraf. In feite heeft Vestia getracht om daarin mee te doen. Heeft daar ook haar financieringsstructuur op aangepast. Dus heel veel kort te financieren. Dus bijvoorbeeld, het start al 2007, 2008... door 2 of 3 jaar te financieren om zeg maar een volume op te bouwen. Want je moest met een volume moest je de markt in. Ja. Vestia deed dat en IJmere deed dat. Waar je natuurlijk nu tegenaan liep, is dat het kwam er maar niet van. En in 2011 moet je dan eigenlijk verlengen. En dat werd dan dus niet toegestaan. Kijk, en daar heb ik dan wel moeite mee. Ja. Want kort samengevat, het Waarborgfonds was bezig om een eigen schuldpapierprogramma te ontwikkelen, zodat ze zelf een schuldpapier konden uitgeven. Het liefst hadden ze dat zo gewild, ja. Ja, ja. En u hielp daarbij, omdat u een van de deskundigen was uit de sector. Ja, ze hadden Vestia daarvoor nodig, omdat hij grote volumes deed, omdat het een grote corporatie was. En achteraf gezien zegt u van, dat was geen goede ontwikkeling. Achteraf gezien zeker, ja. Geen goede ontwikkeling. Waarom? Wat ik u net uitleg, is dat wij, zeg maar, onze financierings looptijden daarop aanpast op 2 en 3 jaars papier. Dus dat betekent dat je heel veel moest herfinancieren. Dus dan het opbouwen dat Vestia elk jaar 1 miljard euro nodig had. Ja, en in 2011 kwam die dus niet. Ja. Terwijl die eigenlijk in 2008, zeker 2009, al geborgd was. Als ik daar zeg maar 30 jaar had aangetrokken, had Vestia helemaal niet zo'n probleem gehad. Want op een gegeven moment heeft u namens Vestia allemaal producten voorgelegd aan het Waarborgfonds. Van of het mag. Of ze het konden goedkeuren. Meestal deed de bank dat. Maar zij keurde altijd alles goed? Ik heb nooit gehoord dat het niet goed was. Komt dit ook omdat zij u als een deskundige zagen en dachten van ja, het zou wel oké zijn, want de heer De Vries heeft het al bekeken? Dat weet ik niet. Er zijn ook producten geweest die een andere corporatie eerder heeft gedaan. Want zij hadden u nodig als deskundige. En vervolgens had u al natuurlijk naar die producten gekeken. Dus zij gingen dan vanuit dat het wel goed zou zitten. Dat zou je aan u hun moeten vragen, dat weet ik niet. En wat is uw eigen waarneming? Het zou kunnen. Ik weet dat niet. Had u het gevoel dat het Waarborgfonds heel erg op u leunde? Als het om derivaten ging? Deels, denk ik. Kunt u voorbeelden noemen? Nou ja, wat vind je ergens van? Dus ik heb net een voorbeeld gegeven van nou, ik zou dat product niet doen. Heb ik ook gezegd. Ja. Want dat vind ik te risicovol voor een corporatie. En uw mening telde heel erg zwaar? Dat geldt voor Vestia dan. Ik heb het in ieder geval niet gedaan. Dus dat bepaal je dan zelf. Maar. Ja, ja. In 2008 en 2009 brengt Deloitte een rapport uit waarin zij bevestigen dat Vestia voldoet aan de regels van kostprijs hedge accounting. Hoe hebben zij dat onderzoek uitgevoerd? Ze hebben daar specialisten voor, VAS. Die zijn gespecialiseerd in kostprijs hedge accounting.
Wat zij gedaan hebben is van, nou, waarom heb je derivaten nodig? Dus zij gingen kijken naar wat de basis is, de meerjarenbegroting. Daar komen de leningen uit. De leningen komen zeg maar, uit de exploitatie en de investeringen van Vestia. Zij zijn gaan kijken naar de investering van Vestia. Ligt daar nou een projectdossier? Zijn er verplichtingen aangegaan? Dus ze hebben gekeken naar de hardheid van de investeringen. Als je ook kijkt naar het verleden, weken de begroting van Vestia niet veel af, zeg maar, van wat eerst geprognotiseerd was. Dus daar, op die basis hebben ze dat vertrouwd en op die basis hebben ze gekeken, oké, je hebt dat soort derivaten nodig. Vestia dekte in op bestaande leningen, maar ook op nieuw aan te trekken leningen in de toekomst. Ja. En dat hebben zij dus allemaal gecontroleerd. Ja, de VAS, en dat model. De VAS waar u het over had, dat was de interne deskundige van Deloitte? Dat is een adviesbureau van Deloitte. Ja, het valt onder de vlag van Deloitte. Ja. Wat was uw mening over hun kennis? Wisten zij waar het allemaal Nou, ik heb daar wel wat aan gehad, zeker in verslaggeving, omdat de regelgeving in 2008 veranderde. Ja. Zij hebben de toelichting in de jaarrekening, zeg maar, voorgekoud. En zeg maar aangegeven, wat moet er allemaal in staan? Ja, dus ze waren echt deskundigen? Ze waren echt, ja. Voor mij wel deskundigen, ja. En hebben zij ook alle derivatencontracten bekeken? Dat denk ik niet. Dat weet ik ook niet, omdat dat bij de back-office wordt gecontroleerd. Een deel doet zeg maar de gewone accountant, die kijkt naar de derivaatcontracten die afgesloten zijn. En een deel hebben zij gedaan. Ja. Ze hebben ook de bijzondere producten bekeken, van hoe werkt dat, dat soort dingen. En heeft u zelf nog iets aan gehad bij uw eigen beoordeling over de derivaten? Zeker het eerste jaar, om zeg maar voor jezelf zaken vast te leggen. Van hoe moet je dat nou vastleggen? Dus daar komt ook een verbetering van dat spreadsheet wat ik gebruik uit, is dat wij 9 blokken hanteerden. Dus wij wisten precies wat wij op 1 januari 2020 voor positie hadden. Nou, dat hebben zij, zeg maar, daar ons in geholpen van hoe je dat zou op kunnen bouwen. Ja. Hoe lang hebben zij gedaan eigenlijk over het bekijken van de derivatencontracten? Een aantal weken. Een aantal weken. Die vragen stel ik niet zomaar, want in 2011... hebben de financiële specialisten van adviesbureau Cardano 3 maanden nodig om de portefeuille met alle contractdetails volledig in kaart te brengen. Was u verbaasd dat het zo lang moest duren? Nou, dat is voor mij nieuw hoor, 3 maanden, maar daar ben ik wel verbaasd over. Waarom? Dat het 3 maanden duurt. Want u zegt van de producten waren niet zo ingewikkeld dat die 3 maanden van nodig. Nou, kijk, ik denk dat het een andere aanpak is. Kijk, Deloitte kijkt van wat is geregistreerd. Cardano heeft, zoals ik het me kan herinneren, gewoon alles opnieuw ingevoerd in hun eigen systemen. Dat is natuurlijk een andere werkzaamheid. Ja, zoals wij het begrepen hebben, hebben zij ook naar de clausules gekeken. Bijvoorbeeld toezichtsbelemmerende clausules en andere dingen die in de contracten stonden. Zo kan ik me dat niet gelijk herinneren. Dat is misschien later gebeurd. Dat heeft de Brouw gedaan. Ja. Toen zeg maar de aanwijzing die van 13 december kwam, of tenminste die was gegeven maar weer ingetrokken, laat ik het allemaal zo zeggen. Toen werd gemeld vanuit Vestia met een aantek van de Brouw van weet waar u aan begint. Dat is een reden voor de bank om zaken in één keer op te zeggen. Ja. Ik geef het woord zo aan de voorzitter, maar mijn laatste vraag nog aan u. Als Cardano, een adviesbureau die zich bezighoudt met derivaten, 3 maanden nodig heeft om naar de derivatenportefeuille te kijken van Vestia, wat zegt dat dan over de organisatie van Vestia en de administratie van Vestia van derivaten? Heeft u dan wel alles goed in kaart gebracht voor uzelf, dat zij 3 maanden nodig hebben blijkbaar? Nou, ze hebben niet alleen de derivaten in kaart gebracht, maar ook de leningen. Vestia doet al lang in derivaten en leningen, dus dat is opgebouwd in zoveel jaren, is dat geadministreerd. Zij bekijken natuurlijk ook de marktwaarde, ze hebben discussies met banken over de marktwaarde. Dus ik weet niet wat zij precies in die 3 maanden hebben gedaan. Maar het verbaast u niet dat 3 maanden daarvoor blijkbaar nodig is als je naar de leningen en derivaten... Het verbaast me dus wel dat het zo lang duurt. Ja. Die indruk maar verbaast het dan meer over je eigen administratie of over de traagheid volgens u van Cardano? Nou, dat doe ik geen uitspraak over. Over Cardano, dat weet ik niet. Maar over uw eigen administratie daar... Ik heb het op een andere manier geregistreerd. Dan zij dat maar doen. Blijkbaar hadden zij daar niet zoveel aan, dat ze nog 3 maanden moesten kijken. Zij gebruiken liever hun eigen systemen en willen naar de contracten kijken. Meneer De Vries, even kort terug naar de Treasury, de kasbeheerafdeling van Vestia.
U was de front office, u deed alle transacties. U was binnen Treasury, was u de baas, zeg maar. Toch? Ik was de baas, is een groot woord. De heer Wevers was de baas, zeg maar. Maar binnen Treasury, als gescheiden functionele afdeling? Was ik de front office, ja. En functioneel gaf ik leiding aan de back office. En de back office, uit hoeveel personen bestond die? Anderhalf, zou ik willen zeggen. Eén persoon deed de registratie, een andere persoon hielp mee met het verzamelen van cash management gegevens. Later is er ook ingehuurd van SG, omdat de back-office gedeeltelijk uitviel. Vanaf wanneer was dat? Ik denk 2010, 2011. Dus al die jaren daarvoor was in ieder geval, je zegt anderhalf FTE of anderhalf persoon? Ja, klopt wel. Dus met uzelf erbij was dat 2 à 2,5 FTE, dat was de treasury? Ja, dat kan u wel stellen, ja. Ja, u zei straks wij en meerdere personen en zo, en meer dan twee. Dus ik vroeg me even af hoe en wie wat. We zien ongeveer 400 derivatencontracten uiteindelijk in de spreadsheet. En het volume is toch zeker meerdere miljarden euro's. Niet alleen een spreadsheet, het werd geregistreerd in een SG-systeem. SG-systeem, het volume was meerdere miljarden euro's. We hebben van een heleboel mensen gehoord, niet alleen meneer Erens, maar ook mensen van banken uit ons eerdere onderzoek, dat je normaal dan een afdeling van minimaal 10 man zou moeten optuigen, om een omvang en een dermate complexiteit die deze portefeuille kende, te kunnen bestieren. Hoe deed u dat dan? Nou, ik heb het mezelf makkelijk gemaakt door alles te verdelen in 9 blokken. 6 blokken van 6 maands Euribor en 3 blokken van 3 maands Euribor. Dus ik deed alles over 9 blokken. Dus alle leningen, alles werd op de eerste afgesloten. Dus de leningen werden ontvangen en betaald. En de rente werd betaald op de eerste. De huren kwamen het meeste binnen ook op de eerste. Dus ik liet alles over de eerste lopen. Je beperkt dan gewoon heel veel werk. En zegt u dat u van alle complexe producten, en er zaten echt onvoorstelbaar ingewikkelde derivatencontracten bij, dat u met uw systeem altijd in staat was om de marktwaarde te bepalen? Dat zeg ik niet. Als u dat niet zegt, dan is het dus nee. Nee, kijk, de geïndexeerde producten kon ik niet de marktwaarde bepalen. Maar die waren wel gecapt en die waren niet een heel groot onderdeel. Wel in een bedrag, maar niet van de portefeuille. We gaan eventjes over het WSW. U zei net tegen collega Bashir, ja, wij gaven niet alles, want ze hadden ons al gezegd, daar gaan ze zelf voor zorgen. Dat zei u net. Ja, dat klopt. Dat vind ik toch vreemd, meneer De Vries, want hoe kunnen ze zelf ervoor zorgen als de informatie wel van Vestia moet komen, over welke derivaten Vestia allemaal heeft? Die hebben ze ook gekregen. Ze krijgen per jaar die informatie. Welke informatie is er nou uiteindelijk niet verstrekt? U hadden straks over kwartaalrapportages. Kwartaalrapportages. En wat nog niet? Wat zegt u? En nog meer niet? In eerste instantie was ook wat moeite mee met de derivaten, wat ik zei. Maar die zijn wel later wel gegeven. Want de WSW zegt, nou, dan geven we geen borging af. Dat was in 2009 of zo een keer gebeurd. Die treasury-aanpak van u, dat is toch vrij wonderlijk, want dan zouden dus al die banken die met treasuries, met interne kredietcommissies werken en derivatenafdelingen hebben, die zouden dus eigenlijk allemaal bij u moeten kijken hoe ze dan 4/5 van hun personeel de laan uit kunnen sturen. Ze kunnen het met 2 man. Ja, maar ik zei hoe ik het had georganiseerd. Ze doen dagelijks transacties die op dagelijks starten, zeg maar. Maar kwamen die banken dan niet bij u om dat van u te leren, hoe dat allemaal dan komt met die blokken? Ik denk niet dat die bank dat zou doen bij mij. Dus ik kan me wel vragen, hoe doe je dat? Waarom zouden die banken dat niet van u leren? Omdat het is niet vergelijkbaar een bank met een woningcorporatie. Oké. Want dan komen we bij ING, meneer De Vries. ING zegt in juli 2009 de kredietrelatie op en wil ook dat u de derivaten afwikkelt. Ze willen eigenlijk gewoon van Vestia als klant af. Dat betekent dat de facto. In die brief daar staat in, ik citeer, ING maakt zich zorgen over het door Stichting Vestia gevoerde treasurybeleid, over de omvang van de derivatenportefeuille en de daarbij gebruikte instrumenten, alsmede de daarmee gepaardgaande geconstateerde balansverlenging. ING maakt zich zorgen over de marktwaardeontwikkeling van de derivatenportefeuille en de mogelijke optionaliteiten dat die in de derivatenportefeuille die niet transparant zijn. Ze maken zich zorgen over de groei van de beleggingsportefeuille en de individuele belegging als onderdeel daarvan. Met name de illiquide positie in het Oppenheimfonds. Als nou zo'n brief binnenkomt,
En ING is een grote bank met heel veel financiële afdelingen. Heeft ING naar uw mening veel verstand van financiële posities en van derivaten? Dat denk ik wel. Dan sturen zij deze brief. Wat doet dat dan binnen Vestia als zo'n mededeling, zo'n heel blok aan mededelingen daarin staat? Nou, dat bespreek ik. Kijk, wat ik net al vertelde is dat zij een CSE-contract wilden met Vestia met een threshold van nul. Wij hadden met alle andere banken in ieder geval een threshold van 50 miljoen. Dat wilde Vestia. Wat ik opvallend vind is dat zij wel met al die ingewikkelde producten wel eerst aan Vestia verkopen en dan zeggen, daar zijn we niet mee eens. Ook geld lenen, dus dan doe ik aan balansverlenging. Dus wij stallen geld bij ING. Zeker in de kredietcrisis vroeg ING, kan je alsjeblieft ons geld lenen, omdat wij zelf geen geld hebben. Dan begrijp ik niet de opmerking die men zegt van, je doet aan balansverlenging. Terwijl hoeveel geld heeft ING van Vestia geleend? Misschien 30, 40, 50 miljoen. Wanneer was dat? 2008, denk ik. Wij zoeken de feiten, dus dat is allemaal interessante informatie. In de brief die vervolgens Vestia stuurt naar ING, na die brief waar ik net uit citeerde, dus de brief van Vestia naar ING, dat is de brief die u op zijn minst in concept heeft opgesteld, zat de handtekening onder van de heer Erik Staal. En u zegt, ja, dat is de brief die ik heb gemaakt. Ivo, ik heb een concept gezien. Ik weet niet wat met mij gebeurd is. Ik stelde bijna nooit brieven op. Die werd altijd door de bestuurssecretaris of meneer Staal zelf nagekeken. Van, ja, meneer Staal heeft hier ook onder ede verklaard dat u inderdaad die brief opstelde. Dat weet ik ook niet zo herinneren, maar ik heb hem opgesteld. Hij heeft hem in ieder geval getekend. Goed, maar even opgesteld. Je staat in, meneer De Vries. Ik citeer. Verder is het opvallend dat meer dan 10 andere banken geen moeite hebben met het gevoerde treasurybeleid van Vestia en bereid zijn om meer liquiditeiten en lijnen beschikbaar te stellen dan wel Vestia als nieuwe klanten willen verwelkomen. Misschien ligt het aan al die andere banken, maar gezien de ervaringen van de afgelopen tijd hebben wij daar twijfels over. Deze twijfels komen met name voor de te gedane zaken van de afgelopen jaren, waarbij ING absoluut niet mee kon met andere banken. Tevens is de financiële positie van die andere banken grotendeels beter dan die van ING. Misschien zegt dat ook wat. En dan zegt hij een pagina later, de indruk van zowel het WSW als Vestia is echter dat ING onvoorbereid en met weinig kennis kijkt naar de nieuwe swapfaciliteit. Dus dat is eigenlijk het antwoord op onderdelen van Vestia aan ING. Wat zegt dat nu over de houding van Vestia naar een hele grote bank met toch heel veel verstand, zoals hij net zelf toegeeft, van financiële producten, die zich zorgen maakt over de omvang en de samenstelling van de derivatenportefeuille? En wat is exact de vraag? Ja, wat betekent nou dus de reactie van Vestia naar ING toe? Waarom is die gedreven? Ik denk dat wij verbolgen waren hoe dat is gegaan. Een telefoontje plegen van we zeggen het op en u moet gelijk afrekenen. Volgens mij ga je niet zo met klanten om. Dus daar zit natuurlijk ook een bepaalde dynamiek in die brief. En ik spreek dan, wat ik net al vertelde, andere banken deden dus wel zaken, hadden geen problemen met die portefeuille. Helemaal niet. Meneer De Vries, in de financiële wereld, waar u op een gegeven moment zelf deel van uitmaakte, omdat u zat als een spil in het derivatenweb, daar is het niet ongebruikelijk om ook klanten van die financiële instellingen te belonen voor transacties. Het gaat over omvangrijke bedragen. En sommige mensen en organisaties verdienen daar heel veel geld aan. Dat hebben we vanochtend ook nog gehoord van de heer Greven. Kreeg u zelf veel uitnodigingen voor etentjes en uitstapjes en dat soort zaken? Ja, regelmatig, ja. Kun je daar wat voorbeelden van geven? Etentjes was vaak zoals mensen uit Londen invlogen om zeg maar afspraken te maken, wilden ze lunchen. Werd dat dus gecombineerd. Als ik in Londen was, werd dat ook gedaan. Qua uitjes waren dat concerten, voetbalwedstrijden, waar ook andere corporaties waren en andere partijen. Tennissen, Tour de France. We hoorden iets over een helikoptervlucht. Dat klopt. Daar was meneer Van der Post ook bij, ja. Ja, die zat daar ook aan boord. U ook, begrijpen we? Ja, stond ook gewoon in mijn agenda, hoor. Mijn vestiging. Nou ja, wat was nou de invloed van al dit soort vetteren door die instellingen op uw handelen als treasurer van Vestia? Niet. Het was ongeveer allemaal gelijkwaardig. En helikoptervlucht en zo. Kunnen u zich voorstellen dat mensen dan de indruk kunnen krijgen dat belangen verstrengeld kunnen raken? Dat kan ik me zeker voorstellen. Ik was zelf ook verbaasd dat dat zo ging. En zeker van een Nederlandse bank. Maar u stapte wel aan boord van die heli? Ja, dat was pas op de terugweg. Ik zou toch terug moeten.
Ja, ja. In die omgeving heeft u dat misschien ook meer zien gebeuren, dat mensen werden gefeteerd door banken. Ja. Wie hebben daar nou het meest gebruik van gemaakt? Hoe bedoel je dat? Bij coöperaties of misschien bij het WSW? Of, Zeker het WSW. Ja, wie? Martijn Rink. En meneer Van der Post heb ik net een voorbeeld gegeven. Maar Martijn Rink, zeker. En wie hebben zich dan door dat hele gebeuren van feestjes en uitnodigingen en verteren en helikoptervluchten, wie hebben zich daardoor het meeste door laten beïnvloeden? Hoe bedoel je beïnvloeden? Nou ja, om wellicht nog sneller, makkelijker en meer met ingewikkelde producten van banken aan de slag te gaan. Dat zou het WSW kunnen zijn, maar dat weet ik niet. Meneer De Vries, u bent zelf in april 2012 aangehouden op verdenking van omkoping in relatie tot de derivatenportefeuille van Vestia. En de heer Greven zou een deel van alle fees die hij heeft verdiend ook aan u hebben doorbetaald. Hoe is nou het idee ontstaan om fees via de bank te laten betalen aan de tussenpersoon in eerste instantie? Dat is een deel geregeld door de bank eerst zelf in de beleggingsproducten. Bij de derivaten had hij eigenlijk geen rol, zeg maar, omdat hij officieel geen tussenpersoon kon zijn. Het idee heb ik volgens mij aangedragen van, nou, dan werk je als agent bij de bank. De bank betaalt jou en de corporatie betaalt niet. Dus de bank betaalt je uit hun winst jou een fee. Dus daar hebben wij als corporatie geen bemoeienissen mee. Dus u kwam uit het idee bij Greven van FIFA? Ja, maar dat was pas in 2004-2005, hè? 2004-2005. En de rol van Greven zelf om dat zo op te tuigen dat hij als bemiddelaar dan de fee gestort kreeg? Hij regelde zelf de contracten. Hij deed zelf de onderhandeling met de banken. Hij heeft volgens mij ook alle contracten op zijn naam staan. Daar had ik geen bemoeienissen mee. Maar als u dat idee aandroeg bij Arjan Greven van FIFA, ging hij er dan vervolgens een deur mee verder naar de banken? Of heeft u zelf ook als meneer De Vries bij die banken gezegd, ja, fees aan de bemiddelaar geven, dat is wel een goede zaak? Ik begrijp even niet wat u nu precies zegt. Nou, u zei net tegen mij, u kwam met het idee bij Greven van, ja, laat je nou als agent betalen. Ja, want Vestia gaat je niet betalen. Maar vervolgens de doorvertaling naar de banken toe, wie deed dat? Zei u dat ook tegen de banken of deed Greven dat zelf? Dat deed Greven zelf. En als de bank, ik kan me één keer in de bankjes zeiden, zeggen, dan moet je maar met Greven regelen. Vestia betaalt hem niet. Dus als je de hulp van Greven wil gebruiken, dan moeten jullie dat zelf maar regelen. Dan krijgen we stap 2. Ik zal hem eerst gewoon als vraag stellen. Heeft u kickbacks ontvangen van Arjan Greven? Dus heeft u een deel van die fees doorbetaald gekregen? Dat is een goede vraag. Daar zullen juristen een uitkomst moeten krijgen. Ik heb in ieder geval wel geld gekregen van de heer Greven. U heeft van de heer Greven geld ontvangen. Hoeveel was dat? Zoals u in de krant heeft kunnen lezen, rond de 10 miljoen. Ja, we horen het toch graag van u, want u bent onze getuige en niet de kranten. Opgeteld in al die jaren. Opgeteld in van wanneer tot wanneer nog even, voor de record? Volgens mij was dat vanaf 2002. Tot en met? Met 2010, 11. Even terug, u zei net vanaf 2004 was Greven agent, zoals u het noemt. Ja. Die ging hij fees krijgen. Maar vanaf 2002 had u met Greven al die afspraken? Nee, Greven heeft mij geld aangeboden in 2002 bij Oppenheim. Daar heb ik over nagedacht en heb ik voor mezelf gerechtvaardigd. Want van wie kwam nou initiatief, zeker uw idee, dat u zelf een deel van de fees zou doorgestort krijgen? Het is begonnen bij Oppenheim. Dus hij vroeg aan mij, hij wou mij mijn geld betalen. Dat heb ik voor mezelf gerechtvaardigd. Daar is het begonnen. Daar begon hij met een aanbrengfee. Daarna kreeg je bestandscommissies. Maar dat is ook niet ten laste van Vestia gegaan. Wie kreeg die bestandscommissies? De heer Greven van banken. En heeft hij een deel aan mij doorbetaald. Dat is eerst contant gegaan en later is dat giraal gegaan. Van wanneer tot wanneer was het contant? Vanaf 2002 tot met 2004. En dat was iedere keer op aanbieden van Greven?
was niet iets van dat u zei begrepen, ik wil die centen hebben. Hij bood dat mij in eerste instantie aan. En hoe dat daarna is gaan, dat kan ik me niet zo goed herinneren. Maar de eerste keer, een paar keer zeker wel. Die contante bedragen uit 2002 tot 2004 zitten in die 10 miljoen? Nee. Ja, afgerond wel, want het gaat om 20.000, 30.000 euro. 32.000 euro? 20 tot 30.000 euro. Dat waren de contanten in het begin? Over 2 jaar gespeeld. Hè. En vanaf 2004... ging het giraal, zegt u, en toen ging het met de grotere bedragen, begrijpen we? Dat ging in het begin, even aan mijn hoofd, 400.000 of zo, en dat liep dan in één keer op, ja. En uiteindelijk is dat die 10 miljoen. Dat is het girale gedeelte, ja. Ja, het girale stuk, die 10 miljoen. Soms 4 ton per jaar, dan weer iets meer of minder. Op wiens initiatief ging dat nou, dat uw giraal overging tot het echt splitten van de fees? Toen hij al agent was. U bedoelt de keuze om het giraal te doen? Nee, het initiatief van... De Vries krijgt een percentage van de fees. Nou, dat was eigenlijk al bij die bestandscommissie. Bij die belegging was dat al afgesproken. In het contante kreeg ik 20%, omdat hij de belasting betaalde. Mm-hmm. Zodra het giraal werd, hebben ze gezamenlijk besproken, werd het 50%. Omdat ik ook heb aangegeven bij de belasting, ik heb gewoon inkomstenbelasting betaald. Dus u was degene die tegen Greven zei, ik wil een hoger percentage? Nee, we hebben dat omgerekend naar een bruto bedrag. De ene keer is het een netto bedrag, betaalt hij de volledige belasting. Toen het giraal werd, toen werd het, heb ik dat als opbrengst opgegeven en heb ik daar belasting over betaald. Ik heb meer dan 5 miljoen belasting betaald. Maar toch even precies naar de feiten en het begin. Dit is cruciaal ook voor onze commissie. Meneer Greven ontving fees van banken. Ja. Vervolgens stort meneer Greven geld op uw rekening, giraal noemt hij dat. Pas in 2004. Vanaf 2004. Daarvoor een aantal jaren wat contanten. Ja. De vraag van de commissie is, vanaf 2004 nu even, bent u als Marcel de Vries naar Arjen Greven toegegaan en heeft u gezegd, meneer Greven, ik wil vanaf nu zoveel procent van jouw fees hebben. Zo kan ik het niet zo herinneren. Er is gewoon over gesproken. Wat ik u net al zei, in het netto bedrag is 20%. Dat werd te veel. Dus dat moest op een andere manier. En ik wou dat dan ook giraal doen. Dus in dat gesprek is dat tot stand gekomen. Dus dat werd dan 50% in de bruto sfeer. Tenminste, zo hebben we het ongeveer afgesproken. Vanmorgen hadden we hier meneer Greven. Die zei heel expliciet tegen de commissie, ook onder Ede, zegt hij heel expliciet, de Vries kwam naar me toe. En hij wilde zijn deel hebben. Eerst 30%, later 50%. Nou, zoals u net vertelde, begonnen bij Opruim is hij bij mij toegekomen. Hij is niet de enige die mij geld heeft gegeven op dat moment. Ook zijn collega van Viva Finance, meneer Postema, heeft mij geld gegeven. En daarna is het een tijdje contant gegaan. Daar heeft hij afscheid genomen van Postema. En daarna is het giraal gegaan. En dat is in bespreking gekomen. Mm-hmm. Maar geven... De heer Greven was hier vanochtend heel expliciet. Net stelde ik u de expliciete vraag, bent u nou als de Vries naar Greven gegaan en heeft gezegd, ik wil vanaf nu zoveel? Toen zei u van, dat kan ik me niet precies herinneren. Nee, u vroeg om wie initiatief. Dat vroeg u. Ja, daarna vroeg ik ook heel expliciet, bent u naar Greven toegegaan? Van, ik wil vanaf nu zoveel procent van de Vries. Nee, giraal zou het 50% worden. Dat is in verhouding met het belastingbedrag naar 20%. In feite is dat ongeveer hetzelfde. Daar is gewoon over gesproken. Ja, precies. Maar zelfs al gaat het over een fiscale component. Iemand moet dat als eerste op tafel leggen. En was het de Greven die zei, ja, je moet nou fiscaal aftikken toch? Dus laat ik je nou meer geven. Of zei u tegen Greven, ik wil meer hebben, want ik moet dan mijn belasting betalen. Zoals ik net al zei, het contante werd te veel. Dus hebben we gesproken van om dat giraal te doen. En ik heb aangegeven, dan moet het bruto aftrekken. Dus dan moet ik 50% betalen. Dus gaat het naar bruto 5%? Nee, dat is heel helder. U zegt, ik heb het aangegeven, dat zegt u nu. Ja. In de bespreking, om dat anders op te lossen, heb ik daar gezegd, dan moet dat zo. Uiteindelijk, meneer De Vries, wordt die bijzondere manier van samenwerking die wordt beëindigd. Heeft er toen nog een afrekening plaatsgevonden tussen Greven en u? Ja. FIFA nu? Ja. Hoe ging dat in zijn werk? Hij maakte eind 2010,
volgens mij 2 keer 250.000 euro over. Dat werd giraal gestort? Dat werd giraal gestort. Van een Nederlandse rekening naar uw Nederlandse rekening? Ja. Ik had een rekening met ABN AMRO. En die 2 keer 250.000 euro, wanneer was dat? December, denk ik. Kun je vertellen waarom Greve zulke forse bedragen dan nog aan u uitbetaalt? Hij betaalde mij altijd afgeronde bedragen uit van 250.000 euro. En waarom dan nog deze keer 2 keer 250.000 euro? Als een soort afrekening die hij aan mij wil geven. Dat wilde hij zelf? Nee, dat hebben wij overeengekomen. Ja, hoe ging dat? U ging naar Greve toe en vroeg u hem een bepaalde som? Nee, dat heeft hij zelf bepaald. Maar wat was de eerste stap? Ging u wel naar Greve toe? U? De eerste stap zit ervoor van wanneer je besluit je te stoppen, denk ik. Sorry, nog eens? Sorry? De eerste stap is wanneer stop je met elkaar, zeg maar. Tenminste op dat gebied. Mm-hmm. Van wie kwam dat initiatief dan voor de record? Het was misschien tweeledig. Hij begon over dat hij wat moeite had omdat de regelgeving. Hij zag dat toch anders dan ik dat zag. Om geld te betalen. Op dat moment was ook Jaco Groeneveld in beeld. Mm-hmm. En uiteindelijk is er besloten dat ik plaatsen maak. Dan moet je Jaco Groeneveld inschuiven. Mm-hmm. Omdat hij daar moeite mee had. En hij heeft me daardoor 500.000 euro gegeven. Maar men wilde stoppen. Daarna had u een gesprek of een telefoongesprek of wat dan ook met Greve. En toen? Heeft u toen tegen Greve gezegd, dan wil ik geld hebben ter afkoop of afrekening? Ik weet niet of dat zo is gegaan. Het zou wel kunnen dat ik iets zeg, ik wil nog wat hebben. Ja, dat zou kunnen. Mm-hmm. Maar hoe dat precies daar is gegaan, weet ik niet. Dus het verhaal is wel meerledig. Waarom is er gestopt? Nee, dat begrijp ik. Maar het gaat even precies om de feiten van ieder detail. En u zegt, het zou kunnen dat ik heb gezegd van ik wil nog wat hebben. Maar het bedrag heb ik niet bepaald. Hoe ging dat dan? Schudde Greve die 500.000 uit zijn zak? Of hoe ging dat? Nou, hij maakt het over, maar ik weet niet exact meer hoe dat precies gaat. Hij zegt, ik betaal nog 500.000 euro en dan zijn we er klaar mee. Dat bedrag kwam van Greve? Dat bedrag kwam van Greve. Meneer De Vries, heeft u ook wel eens van anderen dan van de heer Greve van FIFA geld ontvangen in verband met derivatencontracten of andere financiële producten bij Vestia? Ja. Van wie? Zoals ik meldde in 2002, misschien ook wel 2003, van de heer Postema. Ja. Van FIFA? FIFA. In 2011 heb ik geld ontvangen ook van de heer Postema, de heer Van Dijk en de heer Greve. In totaal 25.000 euro, mm-hmm. denk ik. En van de heer Groeneveld. Van de heer Groeneveld heeft hij ook geld ontvangen? Ja, 2011. 2011, hoeveel was dat? Ik denk dat 30.000, 40.000 euro is geweest in totaal. Contant of op de rekening? Contant. Weet u ook van andere partijen waar ditzelfde is gebeurd? Ja. Ja, welke? Zoals ik dat heb vernomen. Wat bedoelt u? Wat gebeurt dat er betalingen zijn geweest aan iemand anders? Ja, bijvoorbeeld. Maar ook dadelijk andere corporaties. Andere corporatie, ja, dat weet ik. Ja? Welke? Ik weet niet hoe ze het tegenwoordig heet, maar dat was PWS. PWS? Ja. En wat gebeurde daar dan? Ik weet niet exact wat daar gebeurde, maar ik weet wel dat de treasurer daar betaald werd. Dat is mij verteld door zowel degene die het geld gegeven heeft als de heer Greve. Weet u of er ook medewerkers zijn van banken die nog eens bedragen hebben betaald of ontvangen? In het fee-schuifverhaal? Zoals het mij verteld is, hè, ik heb het wel uit tweede hand, ik ben er niet bij geweest. Heeft de heer Groeneveld geld gekregen van de heer Greve en van de heer Van Dijk? Wanneer zou dat dan geweest zijn? Ik denk in 2007, 2008 misschien, of iets eerder, ja. Ik weet ook niet hoeveel. Volgens mij reserveerde de heer Greve ook voor hem. En toen werkte Groeneveld nog bij de bank, bij zijn werkgever, ja. Fortus. Hoe kwam u zelf uiteindelijk in contact met nieuwe banken, meneer De Vries? Speelde daar nog het Waarborgfonds een rol in? Ja, het Waarborgfonds stuurde ze of direct naar mij, want meestal gingen ze eerst bij hun vragen. Maar volgens mij is het ook wel eens gebeurd dat het Waarborgfonds nieuwe banken eerst stuurde naar FIFA Finance, die Greve dus. En dan kwam die Greve met de nieuwe bank naar mij. U zegt net van ik heb altijd belasting betaald over die 10 miljoen kickbacks of mijn deel van de fees. Ja.
was er bij de Belastingdienst wel eens een vraag van hoe komt u als treasurer van in loondienst bij een woningcoöperatie en zoveel neveninkomsten? Nooit. Nooit? Al mijn aangiften zijn tot en met 2009 goedgekeurd. Ik heb wel tussendoor een keer in 2005 vragen gehad omdat ik daar verhuisde. Daar had ik ook neveninkomsten. Er is gevraagd over de bijleningregeling. Die heb ik netjes beantwoord en verder zijn er geen vragen geweest. Heeft er wel eens iemand iets gemeld aan het ministerie over bedragen die u betroffen? Sorry, nog één keer? Heeft er wel eens iemand, voor zover u weet, iets gemeld aan het ministerie? Ja, dat weet ik, vanuit het strafrechtelijk dossier. En wie heeft er dan iets gemeld? De Belastingdienst heeft aan het ministerie van Binnenlandse Zaken een medewerker aangegeven dat ik zoveel neveninkomsten had. Aan welke medewerker was dat? Volgens mij is dat meneer Nieuwenhuizen. Weet u ook wanneer? Dat is gebeurd in februari. Januari, februari 2012. En zoals ik dat even haal uit zeg maar, de verslagen van de field. Hij had zoiets bij zichzelf van, nou, zijn er nog misschien mensen beter van geworden? En hij is zelf dus heeft het initiatief genomen naar de Belastingdienst om te kijken van, kan je dat uitzoeken? En daar is die melding uitgekomen. En is daar vervolgens nog iets mee gebeurd met het ministerie? Daar heb ik niets van gezien. Wat ik in de verslagen terugzie is dat men op dat moment een forensisch onderzoek ging starten. Dus ik denk dat het onder andere daarop betrekking heeft gehad. Zowel op de derivaten als ook over een aantal panden die bij Vestia zijn aangekocht. Met het ministerie bedoelen we overigens voor alle duidelijkheid het ministerie van BZK. Ja, die bedoel ik ook hoor. Ja, even voor het publiek ook. Goed, meneer Bashir, nog aanvullend op dit punt? Ik heb een aantal korte aanvullende vragen aan de heer De Vries. Meneer De Vries, u vertelde dat u wel eens gevraagd bent om mee te gaan naar activiteiten die georganiseerd werden door banken. Ja. Welke banken sprongen daar nou het meest in uit? Waar werd u het meest naartoe gevraagd? Ja, je hebt natuurlijk de gebruikelijke etentjes, als je dat activiteiten noemde, die had ik met alle banken. Ja. Zeg maar. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar de meer opvallende zaken bedoel ik? De meer opvallende zaken, als ik dat even terug herinner, Deutsche Bank, Rabobank, BNP Paribas. En andere Nederlandse banken? ABN AMRO ook, Fortis, eigenlijk ING wel. Ook. Alle banken eigenlijk? Ja. Eigenlijk alle banken hebben wel iets bijzonders gedaan dat je denkt, nou, dat is wel heel bijzonder. Ja. We hadden vanochtend de heer Greven hier en hij vertelde dat het doorbetalen van fees pas startte op het moment dat er een Robeco-rekening in beeld kwam. Dat heb ik ook gehoord, ja. Ja, u zegt nee, het is veel eerder begonnen. Dat klopt. En het was allemaal contant. Dat klopt. Ja. Waarom denkt u dat de heer Greven dat stukje niet heeft verteld? Omdat hij wil aangeven dat de bal bij mij ligt, terwijl hij zelf heeft geld aangeboden. Zo, dat denk ik. Hij heeft mijzelf geld aangeboden met iemand anders, de heer Postema, in 2002. Of 2001, 2002. Heeft u ook wel eens geld gekregen van de heer Van Dijk? Ja, in 2011. In 2011? Dat heb ik net verklaard. En wanneer was het de laatste keer dat u geld hebt gekregen? In 2011. En dat was van de heer Van Dijk, maar ook van de heer Groeneveld? En hoeveel was dat van Groeneveld in 2011? Ik schat in dat het rond de 40.000 euro totaal is geweest. Ja. En u hebt naast dat u op uw rekening geld kreeg, heeft u ook wel eens contant geld gekregen? Ja. Was het dat een moeite voor u om dat weer wit te wassen? Dat zijn uw woorden, wit wassen. Maar ik noem dat niet wit wassen. Maar... Hoe noemt u het dan? Ik heb gewoon uitgegeven. Gewoon uitgegeven? Ja. Zonder dat het in beeld kwam? Ja. Ik heb gewoon belasting betaald, dat stukje niet. Maar... U vertelde ook dat u het voor uzelf goed praatte. Ja. Hoe deed u dat? Rechtvaardigde. Sorry? Rechtvaardigde. Rechtvaardigde. Ja. Hoe deed u dat? Wat voor mij van belang was, is dat Vestia niet benaderd zou worden. En het was mij ook aangeboden. Ik wou absoluut niet dat Vestia benaderd werd. En op grond daarvan heb ik dat voor mezelf gerechtvaardigd. Ik heb er ook belasting over betaald. Ik heb ook geen gekke bedragen overgemaakt naar het buitenland of wat dan ook. Dat heb ik allemaal niet. Het is allemaal getraceerd waar mijn geld is gebleven. U zegt, ik wil de Vestia niet in problemen brengen. Niet benadelen. Niet benadelen.
Maar uiteindelijk is het wel zo dat iedere keer als u een transactie deed, dat u daarmee ook zelf geld verdiende. U wist weliswaar van tevoren wellicht niet hoeveel het exact zou zijn, maar u wist, dit zou mij geld op gaan leveren. Is er dan geen perverse prikkel van, ik ga nu transacties doen, zoveel mogelijk, en in stukjes geknipt, zodat ik heel veel fees binnen kan krijgen? Dat heb ik niet gedaan. Er zijn veel andere banken bij geweest waarbij geen agent of introducing brokers tussen zaten. Ik ben er gewoon uitgegaan van het beste voor Vestia. Maar op het moment dat u dus een stukje van de fee terugkrijgt, dan is dat toch op zijn minst, komt de schijn toch naar boven dat er wel degelijk gekeken is naar de eigen portemonnee en de eigen... Dat speelde voor mij niet mee, maar ik begrijp uw vraag wel. Ja, ja. U begrijpt het wel? Ik begrijp het wel, dat begrijp ik. Maar dat is dus niet gebeurd. Kunt u voorbeelden noemen waar dat niet blijkt? Ik ben altijd gegaan voor de scherpste prijs. Dus ook als er banken tussen zaten waar, zeg maar, Greven bij zat. Er was een bank bij die waar niemand tussen zat, zeg maar. En die had de scherpste prijs. Deed ik de scherpste prijs. In 2010 heeft de heer Greven aangegeven dat hij wilde stoppen met het doorbetalen van de fees. Volgens de heer Greven heeft u toen aangedrongen om door te gaan, omdat u in de scheiding lag. Of in relatieproblemen, zoals hij het noemde. Klopt dat? Ik heb wel gezegd dat ik nog wel door wil gaan, ja. Maar er waren ook wel andere zaken bij. Waar ik uiteindelijk tot de conclusie kwam, het is beter om te stoppen. Ik had ook wat moeite met zijn hoe hij werkte, zeg maar. En ik maakte ook gelijk plaats voor de heer Groeneveld. Ja, dus u zegt van, ik heb erop aangedrongen om door te gaan in 2010. Aangedrongen, ik heb het aangegeven, ja. Ik kijk weer naar de voorzitter. Meneer De Vries, de derivatenportefeuille die is in de jaren 2010 en 2011 toch zeer fors in omvang toegenomen ten opzichte van de periode daarvoor. Waarom was dat het in die jaren met name nog eens flink exponentieel toenam? In 2010 is die wel toegenomen. Vestia was door ook allerlei fusies en allerlei investeringsvraagstukken, zeg maar, gewoon eigenlijk niet goed ingedekt op die 85%. Dat waren ze in 2010 feitelijk nog niet. Dus daar hebben we meer ingedekt. In feite is in 2010, toen de rente ook heel laag was, bij de heer Staal met de heer Wevers erbij aangegeven, we moeten nog veel meer indekken. De rente is op die posities heel laag. Wat doen we? Nou, en toen heeft de heer Staal gezegd, dat doen we. Dus daar heb ik extra ingedekt in 2010. U heeft het over 2011. Daar zijn wel de bruto notionals toegenomen, maar niet de netto notionals. Een bruto komt door het feit dat ik eigenlijk reparaties moest uitvoeren, omdat WSW niet met hun borging doorkwam, waardoor ik voor Vestia geen leningen kon aantrekken. Even nog terug naar net. Zegt u tegen de commissie dat de derivatenportefeuille van Vestia hetzelfde zou zijn geweest qua omvang en complexiteit als u zelf geen enkele betaling had ontvangen? Of ik geen enkele betaling... Dat was hetzelfde geweest, ja. Dan had u alles hetzelfde gedaan. Nou, alleen, ik heb vertrouwd op het WSW. Zoals ik nu achteraf kijk hoe het WSW heeft geopereerd, zou ik dus niet zo doen. In die pre-confirmation, zoals dat heet, met dat u een derivatencontract afsloot per mail of per telefoon met een bank, er kwam daar een bevestiging van terug. En er werden uiteindelijk bepalingen die gingen over fee-betalingen aan Greven FIFA Finance, die werden eruit geschrapt. Dat was geen zaak voor Vestia. Het officiële contract stond daar ook niks. Waarom heeft u het eigenlijk niet gemeld bij Vestia, dat u deze handel erbij had en dan zelf flink aan overhield? Ik had neveninkomsten, zo heb ik het gezien. Dat hoefde ik ook niet te melden bij Vestia. Maar je kwam ook niet zelf op het idee van, ik zit hier als treasurer van Vestia, dat stelt mij in staat om die 10 miljoen uiteindelijk te toucheren. Ik kwam niet op het idee van, zal ik dat niet toch eens even melden of dat allemaal klopt? Dat zou altijd gekund, dat heb ik dus niet gedaan. Was u eigenlijk dan op al die tijd van op de hoogte dat het strafbaar kon zijn wat u deed? Nee, dat vind ik nog steeds niet. Ik heb het niet ten laste van Vestia gedaan. Dat zullen de juristen moeten uitzoeken. Meneer De Vries, de afwikkeling van de portefeuille heeft uiteindelijk
meerdere miljarden euro's gekost. Hoe dan ook komt dat ergens op het dak van de huurder. Niet alleen bij Vestia, maar ook huurders van andere corporaties die moeten meebetalen. Wat vindt u daar zelf van? Ik vind het heel triest dat het gebeurd is. Zeker in de snelheid waar de minister heeft besloten om zeg maar, het af te wikkelen. Als je afsluit, dan is het ook op het laagste punt gebeurd. Daar is 2 miljard bij gemoeid geweest. Als je het dus afwikkelt, dan heb je dat pas het verlies. Als je niet had afgewikkeld, had je dat verlies niet gehad. Het had veel makkelijker met andere oplossingen opgelost kunnen worden. Men heeft 1 miljard aan kredieten van de banken weggegooid. Men heeft 400 miljoen aan kasgelden weggegooid. Als je ook kijkt naar de berichtgeving in de krant, zie je eind april wordt aangegeven door het Financieel Dagblad dat de minister wil dat de bankendeal eind mei gaat komen. 3 weken later meldt het FD dat de markt inmiddels al 1 miljard is gezakt. Maar door de grootspraak van de minister, vind ik zelf, is eigenlijk gewoon het verlies van 2 miljard doorheen geplot, omdat zij dat graag wou. Dat had heel anders gekund. Maar met de kennis van nu, wat zou je zelf anders gedaan hebben? Als u 2 miljard, stel dat het 2 miljard hebben ze 1 miljard weggegooid aan kredieten. Stel, de WSW had 2 miljard aan garantie gegeven, waarbij Vestia een lening kon aantrekken. Die 2 miljard zou ongeveer tegen 3% geleend moeten worden. Is dat 60 miljoen per jaar voor Vestia? Dan had ik dat 30 jaar voor kunnen houden. Maar even terug naar uw langjarige rol als treasurer bij Vestia en het optuigen van de derivatenkerstboom. Als ik u daarover vraag, wat zou u terugkijkend anders hebben gedaan? Ja, eigenlijk niet. Niks, oké. Okay. Heeft u wel ergens, als ik even uitga, van waar ik van uitging met het WSW, en ik denk ook staal en wevers. Betekent dat ook dat u nergens spijt van heeft? Ik heb daar geen spijt van. Ik voel me ook niet verantwoordelijk voor die 2 miljard. Dan moet u bij de minister zijn. Die doet dat. En mag ik u iets uit ervaring vertellen? Ik weet dat de pensioenfondsen in 2008-2009 werden gedwongen om zich in te dekken. Mm-hmm. Banken gaven toen zelf aan van, ben jij niet geïnteresseerd in die tegenpositie? Ze vroeg aan mij op welk rentepercentage was dat. Ja. De markt ging gewoon zakken. Tot je het rentepercentage raakte. Nee, maar uw punt is duidelijk. U zou het niet anders hebben gedaan. U heeft er geen spijt van. Ik wil gewoon duidelijk maken waar de schuld volgens mij ligt. Ja, dus vooral de minister. Ik geef wel nog even het woord aan collega Hashi. Ze heeft ook nog een vraag voor u. Meneer De Vries, u bent van ambtenaar werkzaam bij het gemeentelijk woningbedrijf gegroeid tot de financiële man bij Vestia. En u werd zelfs de financiële man in de sector van woningcorporaties. En dat kwam door uw deskundigheid, maar u voelde zich ook gesteund door de omgeving, tot het waarborgfonds en de financiële toezichthouder aan toe. De derivatenstrategie die u voerde, die begon als geld voor projecten van Vestia, maar groeide uit tot, ik zeg het maar even in mijn eigen woorden, geld verdienen met geld. Een lucratief handeltje, die termen zijn eerder gevallen vandaag, waar u ook persoonlijk geld mee verdiende. Het ging fout. En als we kijken naar de verschillende spelers die daarbij betrokken zijn geweest, die heeft u ook vandaag aangehaald. Ik noem bijvoorbeeld de banken, maar ook het waarborgfonds. Zou ik ook nog willen aangeven, als ik het rijtje afga bij Vestia, de verantwoordelijke bij Vestia, dan hebben we natuurlijk de directeur-bestuurder, de heer Staal, die is eindverantwoordelijk. Klopt. We hebben de heer Wevers, uw leidinggevende. Dat was de financiële man van Vestia. De financiële man, in ieder geval uw leidinggevende. Ook, die droeg ook verantwoordelijkheid. Maar de andere kant is dat u ook vertrouwen genoot. En u accepteerde dat vertrouwen. En u handelde daar ook naar. En mijn eerste vraag is, wat waren uw drijfveren ten aanzien van uw derivatenstrategie? Ik heb het derivatenbeleid uitgevoerd. Vestia had als beleid veel te investeren en eigenlijk nauwelijks te verkopen, om welke reden dan ook. Dus dat betekent dat je een heel investering, heel veel moest financieren om zeg maar Vestia eruit te houden. Dat betekent ook dat je dat veel met derivaten moest doen. Ik wilde Vestia natuurlijk gewoon lage rentelasten realiseren in een bepaald risico. Dat was ook gewoon het beleid van Vestia. Dat heb ik gewoon uitgevoerd. Dat is uw enige drijfveer geweest voor de manier waarop u de derivatenstrategie uitvoerde? Ja. De enige. En er speelde er geen rol bij dat u zelf daar ook geld aan verdiende? Nee, speelde geen rol. Geen enkele rol. Begrijpt u het als ik daar enigszins toch vraagtekens bij zet? Dat begrijp ik, maar ik geef u gewoon daarop antwoord. En waarom begrijpt u dat? Nou, omdat dat, zoals net andere leden zeiden, dat daar de schijn is, maar dat is dus niet zo.
U ziet ook de schijn van belangenverstrengeling. Dat vertelt u toch? En is het niet zo dat het geldt in principe voor elk bedrijf, maar ook voor elke overheidsorganisatie, dat je die schijn altijd ten altijde tegen moet gaan? Hoe bedoelt u altijd tegen moet gaan? Ja, zoals u dat nu net zegt, vindt men dat de schijn. Ik heb dat niet zo gezien. Maar u ziet wel dat er schijn van belangenverstrengeling is geweest? Dat zou kunnen, maar dat is iets voor juristen. Maar ik vraag het aan u. Ja, ik laat het aan de juristen. Ik vond van niet, maar de juristen zullen dat moeten bepalen. U vond dat er ook geen schijn van belangenverstrengeling was? Niet zozeer. Ik heb er los van geopereerd. Niet zozeer? Nou, dus u ziet wel dat die schijn überhaupt speelde? Laat ik het zo zeggen, maar ik vond dat niet. Dat zijn twee verschillende dingen. En als we het hebben over uw drijfveren, want u zegt het enige drijfveer is altijd Vestia geweest. Dat ik goedkoop Vestia, onder gunstige voorwaarden, dat geld voor Vestia voor de projecten wilde regelen. Nou, gewoon voor alles. En die drijfveer is niet gaan schuiven, want als ik kijk naar het verhaal wat we van de heer Greve vanochtend hebben gehoord. Die ook aangeeft, het begon beheersbaar en later ging het om grote volumes. Het ging om transacties van 250 miljoen. U stapelde derivaten. En was er geen sprake van, zoals de heer Greve dat onderstreepte, van overmoed en misschien zelfs hebzucht? Nee. U herkent daar zich totaal niet in? Nee, dat herken ik niet. In feite heeft Vestia gewoon een hele grote positie. Wij mochten 50% renterisico lopen. Als ik dat op 6 miljard zou zetten, is dat 900 miljoen. Dat is een variabel deel. Dus ik kon ook al die posities nemen. In 2011 moest ik posities herstructureren, omdat de leningen daaruit bleven. Onder andere. Maar u neemt dus afstand van de woorden die de heer Greve gebruikte van overmoed en hebzucht? Ja, neem ik afstand van. Mijn laatste vraag is, kunt u zich voorstellen dat uw collega's, zoals de heer Staal en de heer Wevers, zich verraden voelen door u? Wat ze hebben meegemaakt, ook bij hun is een inval geweest, kan ik dat voorstellen? Mm-hmm. Alleen vanwege de inval? Nou, inval, impact, zeg maar. Ik blijf erbij dat volgens mij ik toen de tijd niets fout heb gedaan, maar dat laat ik aan de juristen. Maar dat ze geschrokken zijn, dat begrijp ik wel. Dat, tenminste, zo zag ik dat ook. Dank u wel, voorzitter. Dank. Ik sluit deze vergadering. Dank, meneer de Vries.